Goedenavond allemaal. Als het goed is, hoort u mij. We gaan zo meteen beginnen. Even kijken of het geluid het doet. Nee, ja, het is goed, wordt er aangegeven. Ja, mooi. Even kijken. Kun jij ook even wat zeggen? Even kijken, even kijken. Ja, je kunt mij horen, toch? Ja, ik kon jou horen. Dan kan de rest jou als het goed is ook horen. Oké, dat is mooi. Kun je nog even je schuifje openzetten, dat mensen jou ook zien. Dan... Ja. All right. Ja, dat gaat goed. Mooi. Nou, dan kunnen we volgens mij beginnen. Zullen er nog redelijk wat mensen nog aansluiten, maar we kunnen in ieder geval van start. Oké, goed. Dus alles werkt? Ja. Oké. Goed. Prima geluid. Geluid lijkt en duidelijk, zegt meneer Van Nooy. Dag Ko. Op bekende namen. Dag Ben. En alle anderen, goede avond. Mijn naam is André Brouwers, voor degenen die mij vandaag voor het eerst zien. Ik zet even mijn bril af, maar ik heb die wel dadelijk nodig om precies te zien wat er op de sheet staat. We hebben een webinar en tijdens dat webinar is het de bedoeling dat ik u vanavond wat meer ga vertellen over de actuele stand van zaken op de beurzen en mijn persoonlijke inschatting met betrekking tot de nabije toekomst. Daarvoor heb ik een presentatie voorbereid, een aantal sheets die we in eerste instantie gaan bespreken. We gaan over datgene wat de waarderingen eigenlijk op dit moment op de beurs zijn. En of dat nu een hele interessante waardering is of niet. En daarnaast heb ik een aantal strategieën en een trade voorbereid. En daar wil ik graag wat tekst en uitleg bij geven, uiteraard aan de hand van grafieken. Ik heb dat op de AEX. Ik heb dat voor een aantal Amerikaanse aandelen. Specifieke strategieën en daar zit een methodiek achter en een systematiek achter die ik graag wil bespreken. En daarnaast heb ik ook nog een nieuwtje wat ik vandaag wil delen. En dat komt straks aan bod. Eerst begin ik met de disclaimer. Dat zijn wij verplicht om u te laten zien. Dus het is de bedoeling dat iedereen dat zorgvuldig bekijkt. We doen dit, zeg ik altijd maar, ter lering en vermaak ook voor u als geïnteresseerde belegger. En dus is het de bedoeling dat u snapt dat wij hier geen tips en adviezen in persoonlijke zin gaan geven, maar dat dit uiteraard in het algemene belang is, zullen we maar zeggen. Zoals gezegd, het programma. We beginnen met de analyse van de huidige markt. We hebben dan vervolgens de lange termijn grafieken waar we naar gaan kijken. Dan is de fundamentele conclusie misschien straks wel dat alles misschien wel te duur is, als je het hebt over termen van koerswinst. Ik heb een aantal grafieken die dat onderbouwen. Dan heb ik voor de liefhebbers een drietal smaken. Er zijn mensen die zijn optimistisch, pessimistisch, neutraal gestemd. Misschien ten aanzien van de AEX of de beurs in zijn algemeenheid. Nou, ik heb een mogelijkheid voor een ieder. Die mag dan zijn of haar keuze daaruit selecteren. Dan hebben we een trade richting het einde jaar in de AEX. En een drietal strategieën. Eentje op Verizon, Amerikaans bedrijf. Apple, wel bekend denk ik, en daarnaast ook Netflix. En zoals gezegd, het gaat niet per se alleen maar om die specifieke bedrijven, maar vooral om de structuur die erachter zit en de boodschap die ik daarin wil meegeven aan u als belegger. Nou, tussendoor kunt u vragen stellen. We kunnen, zoals u begrijpt, niet van ieder alle vragen beantwoorden, maar we gaan ons best doen om zoveel mogelijk antwoorden te geven op vragen die binnenkomen als dat zo is. In het andere geval hebben we natuurlijk altijd nog een gelegenheid om dat op een later moment te doen, die vragen die niet aan bod zijn gekomen, op een andere manier te beantwoorden. Goed, laten we beginnen met de eerste grafiek en kijkend naar historisch perspectief waar de beurzen zich op dit moment bevinden.
En hier ziet u een vergelijking. En ik zet nu echt mijn brilletje even op. Hier ziet u een vergelijking tussen de stand van nu en de stand van de afgelopen decennia. 1985 is het beginpunt van deze grafiek. En er zijn eigenlijk twee lijnen te zien. Eentje is het gedeelte van de sectoren en dan met name de PE's. PE's staat voor price earning, oftewel koers-winstverhoudingen. En als je kijkt naar de sectoren die zich wereldwijd in de economie en op de beurzen bevinden, en je zet dat af dan in termen van hoeveel sectoren zijn er nu met een PE van 20 of meer, en hoeveel zijn er nu met een PE van 30 of meer. Nou, een koerswinst van 20 of een koerswinst van 30, ik denk dat u wel begrijpt dat dat aan de stevige kant is, uiteraard, allemaal afhankelijk van over welk bedrijf je het hebt, welke sector je het hebt. Want in de technologie waar een grote groei meestal te vinden is, zullen de waarderingen hoger liggen. En in de, laten we maar zeggen, de oude economie, zullen de waarderingen over het algemeen wat lager liggen. Maar toch, als je grosso modo kijkt, dan zie je dat we momenteel met een redelijk stevige waardering te kampen hebben. De hoogste waardering die je hier op deze grafiek gaat vinden is die van 2000. De welbekende draai in de markt destijds, mede veroorzaakt door de internetbubbel in die tijd. Toen hadden we nog wat extremere waarderingen, zo zelfs rond de 40. Maar we gaan hard op weg met die zwarte lijn. En er zijn dus bijna een derde van de sectoren in de wereld die staan op een PE van ruim boven de 30. En het gaat al richting de 40 keer koerswinst. Nou, als je dat dus afzet ten opzichte van de laatste 10, 20 jaar, dan zie je dat we dus een behoorlijk niveau hebben bereikt. Als je kijkt naar 70% van de markt, is dus al gauw meer dan 20 keer de PE, boven de 20. En dat is ook al een vrij groot gedeelte. U ziet dat daar links staan, 20, 40, 60, 80. Dat gaat ook al richting de 70%, dus die zich inmiddels al boven de 20 keer de koerswinst verhoudt. Ja, dan heb je trailing PE's en forward PE's. En dat betekent eigenlijk dat je in sommige bedrijfstakken worden door analisten vaak forward PE's gebruikt. Dat betekent we kijken vooruit naar de koers-winstverhoudingen die men in de toekomst denkt te krijgen. Op basis van de huidige koersen dan, hoeveel winst zal er in de toekomst zijn. En ook dan zie je dat we naar verhouding relatief hoog gewaardeerd zijn. Dus als we het over aandelenmarkten hebben, zijn de waarderingen stevig. Dat kun je dan weer onderverdelen in de sector groei en value, zoals dat zo mooi heet. Quality is ook nog een mooie kreet. Quality, growth en value. Nou, als je al die drie sectoren bekijkt, dan zie je ook hier, teruggaand naar 1990, de forward PE. Dus de rekening houden met de toekomstige winsten. De PE's die je vandaag betaalt voor de diverse sectoren. Nou, het is niet heel verbazingwekkend dat de groeitechnologie veelal de groeisectoren bovenin zitten. Dat is die blauw-groene lijn. Die zit op een bijna all-time high als je kijkt naar de waarderingen. Dan heb je de kwaliteitsbedrijven die toch sterke balansen hebben. En op zich goed en solide zijn. Maar die worden ook al aardig aan de prijs. Namelijk zo rond de 25. En dan hebben we nog de value aandelen en die zitten al een aantal jaren eigenlijk in een verdomhoekje. Geld gaat vooral naar de groeiaandelen en naar de sterke jongens in de markt. En de wat saaiere ondernemingen die over het algemeen wel stabiele dividenden genereren. Die waardeaandelen die zitten toch wat meer rond de 10, 11, 12. En dat is nu niet bepaald echt super goedkoop. Maar het is een redelijke waardering. Als je dat afzet ten opzichte van de waarderingen van de afgelopen decennia, dan zie je dat we meestal zo rond de 13, 14 zitten. Nu zitten we ietsje daaronder. Maar belangrijk natuurlijk, als je kijkt, niets is eigenlijk goedkoop, zou je hier kunnen zeggen. Ja, waar komt dat nu door, dat het allemaal zo goedkoop is? En hoe zit dat nu bijvoorbeeld met de rente? En als je nou die rente afzet ten opzichte van rente op aandelen, of sorry, het dividend op aandelen, of de groei van aandelen versus de rente, dan komt deze grafiek in beeld. En ja, als je het over rente hebt, dan heb je natuurlijk nog steeds het verschil tussen de rente die je nominaal krijgt, gewoon het getal rente,
en de reële rente. En de reële rente is natuurlijk na aftrek van de inflatie. Nou, als je de nominale rente bekijkt, dan zien we hier dat zwarte lijntje. En die zijn natuurlijk, die rentestanden zijn de afgelopen decennia naar beneden gekomen. Dus die zwarte lijn, die loopt natuurlijk behoorlijk naar beneden toe. Dit is overigens dan een soort van gemiddelde rente als je een globaal, een wereldwijd portfolio zou hebben. Dus niet SEC Amerika of SEC Europa, nee, een wereldwijd portfolio. En dan zie je dat wereldwijd die rentes dus, die zwarte lijn, structureel aan het dalen zijn en inmiddels aanbeland zijn tot zo'n 1,5 à 2%. Dan heb je nog de trailing van de G7, dus de grote industriële landen. Nou, die is al richting de 0,5% gegaan. En als je het allemaal gaat corrigeren voor inflatie, ja, dan zie je dat we heel eventjes in september 2018 op nul stonden en dat we ietsje zijn opgeveerd, maar dat we nog steeds relatief heel erg laag zitten, rekening houden met inflatie. Let wel, dit is een wereldwijd beeld, hè, dus niet specifiek voor een bepaalde sector. Ja, dat veroorzaakt natuurlijk een vlucht, zou je kunnen zeggen, naar waar haal ik rendement vandaan. Dus met andere woorden, we moeten ergens in beleggen met ons geld. En als je dan eens kijkt wat nu de afgelopen jaren het goed gedaan heeft, nou 2018, 2019 en 2020, ja, dan zien we hier de diverse sectoren. En wat dan opvalt, is die groene lijn, dat de global tech versus de global banks. Als je dan kijkt in termen van verschillen, dan zie je dat die sectoren daar toch bovenaan zitten. En je mag dat dan allemaal afzetten ten opzichte van bijvoorbeeld de spread tussen bijvoorbeeld een 30-jarige Duitse staatsobligaties en een 2-jarige Duitse staatsobligaties. Wat is nou het renteverschil daartussen? Nou, dan zie je dat het renteverschil ongeveer 1,5% is. En het grappige is dat je bijna bij alles wat je vergelijkt met elkaar hier, dus alles wat ongeveer gewerkt heeft, eigenlijk bijna overal hetzelfde soort spreads naar boven komen. Dus de Amerikaanse rente kom je op 137 basispunten, staat dat dan achter tussen haakjes. Maar zet je groei ten opzichte van value, dan zie je ook dat de dollar returns, dus verschillen daartussen, ongeveer 163 zijn, dus ook ongeveer 1,5%. En dat is zelfs ook zo bij diverse sectoren. Dus met andere woorden, alles wat ongeveer gewerkt heeft, lijkt per saldo allemaal terugvertaald te worden naar een bepaald verschil. En die verschillen liggen allemaal zo rond de 1,5%. Dus high performing equity trades are also duration trades. Met andere woorden, looptijden die we in duration is de looptijd van een obligatie. Dus hoe langer de looptijd, hoe meer rente je nog krijgt. Maar alles is eigenlijk terugvertaald weer naar die rendementen toe. Dus dat betekent dat er eigenlijk, als het ware, niet heel veel onderscheidende dingen nog te koop zijn. Er zijn niet echt dingen te koop die, waarvan je zegt, ja, dat is nu echt een hele goedkope sector waar je nu nog iets in kunt doen. Of een spread waar je bij wijze van spreken iets in kunt gaan doen. Een andere opmerkelijke factor die we gezien hebben de laatste tijd is dit. En de grafiek is misschien een beetje overschaduwd door die tekst die ik erin heb gezet, maar ik vond die tekst ook wel relevant. Maar eigenlijk blijkt uit wat cijfertjes die ik heb kunnen vinden, dat het actieve management versus het passieve management, dat bijna in evenwicht zit. Op dit moment is ongeveer 45% van datgene wat de markt beweegt, is eigenlijk passief geld. Met andere woorden, dat zijn de zogenaamde ETF's. Dus er worden bijna 4000 miljard belegd in dit geval in ETF's. En dat is natuurlijk een gigantische hoeveelheid geld. Daarnaast zien we ook dat het actieve management nog ietsje daarboven ligt, maar dat is heel veel eigenlijk passief wordt belegd. En dat heeft wel wat consequenties. En het is om te beginnen zo dat het feit dat er continu instroom is van geld en ook passief geld, dat is een soort brandstof geweest voor de markten de afgelopen jaren. Het is misschien daardoor verder omhoog gegaan dan dat je normale wijze zou zien. Simpelweg omdat passief geld gewoon koopt en de markt omhoog gaat. Terwijl actief geld probeert om te kopen wat goedkoop is en te verkopen wat duur is. Maar als er minder van dat soort managers zijn, ja, dan wordt gewoon alles gekocht. Of het dan goedkoop of duur is, het wordt gewoon gekocht. Dus het heeft een impact en heeft een invloed op de markt. En daardoor zie je ook dat binnen de markt zelf, eigenlijk het beeld ontstaat dat aandelen die duur zijn, duurder worden. En aandelen die groot zijn, groter worden.
En de gewogen market cap indexen, dus de marktkapitalisatie indices. Die aandelen die dan zeg maar groot zijn als marktkapitalisatie binnen een sector, die worden steeds groter. En dat heeft natuurlijk wel wat consequenties. Hè. Zoals gezegd, het is een brandstof geweest voor de stijging in de markten. Maar er zit nog een ander risico aan. En dat risico vond ik eigenlijk fantastisch verwoord in deze quote die ik tegenkwam. En die gaat eigenlijk over de madness of crowds. En ik heb in de boekenkast een boek staan dat heet Madnesses of Crowds. Ik kan iedereen dat aanraden als u een beetje geïnteresseerd bent in geschiedenis. Dan vindt u daarin ook de diverse madnesses of crowds. Met daarin natuurlijk heel bekend voorbeeld de tulpenmanie uit de 17e eeuw hier in Nederland. Maar er zijn er meerdere geweest. En het grappige is dat hier staat dat het feit dat we steeds meer in die indexen gaan beleggen, dat uiteindelijk ook een soort verstorend effect gaat hebben. En je zou kunnen zeggen, wordt hier ook gesteld, dat als er heterogene groepen zijn, dus als er mensen zijn die verschillend denken over de markt, dan heeft de massa een bepaalde wijsheid, zou je kunnen zeggen. Hè. De massa met elkaar, daar blijkt een groot nauwkeurigheidsgehalte in te zitten, ook voor wat betreft een voorspellende waarde van iets. Dus als je aan een massa mensen vraagt een uitkomst van een bepaald iets, dan zie je dat de massa daar heel dicht in de buurt komt bij het juiste antwoord. In dit geval wordt hier gesteld dat if all investors behave the same way, met andere woorden, als we allemaal gewoon maar geld in die markt stoppen omdat we geen andere kant uit kunnen en allemaal maar hetzelfde aan het doen zijn, dan zie je dat the wisdom of crowds can yield to the madness of crowds. Dan kan de wisdom die je normaal hebt van de massa die met elkaar wijsheid bezit, die massa, die wijsheid, die slaat eigenlijk om in een soort gekte. En dat is wel een hele mooie vertaling van een gevoel wat ik al een hele tijd heb. Dat ik denk van ik snap het. We willen allemaal efficiënt. We willen allemaal meedoen met die markt. En het geld, hè, doordat niets meer goedkoop is en we eigenlijk gedwongen worden, omdat rentes zo laag zijn, om iets met het geld te doen. Nominaal heb je al geen rente. En als je de inflatie eraf trekt, dan heb je zeker in Europa en in Nederland heb je zelfs negatieve yield. Dan moet je iets met je geld. En dat gaat allemaal de markt in. En we kopen dus om te kopen, omdat we niet anders kunnen. Dat doen we dan ook nog eens passief. En uiteindelijk is dan zo dat we eigenlijk met z'n allen door hetzelfde deurtje naar binnen lopen. Maar als je door hetzelfde deurtje naar binnen loopt, dan kan dat nog wel. Maar wat als je straks allemaal met elkaar door hetzelfde deurtje naar buiten wil? Dan heb je wel een probleem. Ik noem dat het Hotel California effect. Het concentratierisico ziet u helemaal onderaan staan. Maar opvallend is dus op dit moment dat niets goedkoop is. Dat eigenlijk ook wat we vroeger kenden, namelijk dat beleggers dan nog een soort van alternatief hadden voor de aandelenmarkt, namelijk obligaties, dat eigenlijk die alternatieven verdwenen zijn. Want een obligatie die geen rente meer geeft, kun je moeilijk zeggen dat die nog spreiding geeft in je risico bij een rente van rondom nul. Sterker nog, het introduceert eigenlijk risico. Obligaties die je nu koopt, bieden geen diversificatie meer. Want als de rente gaat stijgen, dan heb je een probleem met obligaties. En een groot probleem, zeker met langlopende obligaties. Dan heb je kortlopende obligaties, dan heb je geen rendement. En kies je voor hele langlopende obligaties, dan heb je TZT wellicht een mega koersrisico. Goed, dan zien we dus dat groeiaandelen en sterke balansaandelen duurder zijn dan eigenlijk ooit tevoren. Aandelen lijken wel goedkoop als je ze afzet tegen de rente. Daar heb ik zo'n grafiek over van bij me. Want dat is vaak de argumentatie van waarom je toch in aandelen mag zijn. Omdat de rente niks is en het alternatief ontbreekt. Daarom mag je dan aandelen kopen. Ik vind dat een beetje een... Ik snap hem, maar ik vind het eigenlijk ook een beetje een rare redenering. Ik vind dat een belegging aan zich goed moet zijn. En niet omdat iedereen het doet, je dat ook maar gaat doen. Dat vind ik geen goede motivatie voor een belegging. De lage rente duwt dus geld richting aandelen. Dat is volgens mij een risico. We kopen om te kopen. There is no alternative, dus je moet wel. Maar er is nog iets anders. En dat is ook wel opvallend. Ik had eerlijk gezegd verwacht, toen die rente zo hard aan het dalen was, dat ik dacht van, nu zitten al die mensen te sparen. Ze krijgen dadelijk geen rente meer. Wat je dan gaat zien, is dan gaan ze allemaal beleggen. Even gechargeerd gezegd. Maar eigenlijk het tegenovergestelde gebeurt. In plaats van dat spaarders gaan beleggen, gaan spaarders harder sparen. Omdat ze zo weinig opbrengst hebben op hun spaargeld, gaan ze gewoon nog meer sparen. En dat heeft weer juist een risico voor een mogelijke deflatie. Als mensen op hun geld gaan zitten en niet meer uit gaan geven, dan krijg je een deflatierisico.
ETF-beleggen levert een risico op, zoals gezegd, het is blind kopen van een index. Maar ook het grote punt van ETF-beleggen, namelijk dat je spreiding zou hebben, ook dat is tegenwoordig al een probleem. Want met alle respect, als je de QQQ-ETF koopt, dus op de één na grootste ETF die je kunt kopen op deze aardbol, dat is de Nasdaq 100-index. Ja, 35-40% van die index wordt gedomineerd, wordt bepaald door een vijftal aandelen. En u kent ze allemaal van buiten, die aandelen. Ja, het zijn allemaal de Facebook, Apple, Amazons, de Googles en de Microsofts en of de Netflixen. En alles wat gekocht wordt, ja, dat zit allemaal daarin. En dat bepaalt dus ook de stand van een index. Wat dus ook het gevolg daardoor is wat je krijgt, is dat zoals gezegd groot groter wordt en duur duurder wordt. En ja, dat kan dus TZT wel degelijk een risico zijn op het moment dat we er ook weer uit willen. Want wie is dan nog bereid om het te kopen? Dus die uitslagen kunnen straks veel groter worden als iedereen tegelijkertijd wilt gaan afbouwen. Dan zien we dat er ook een, idioot genoeg, een risico-avers gedrag bestaat. Hè? Dus omdat er geen rente is en mensen geen alternatieven hebben, blijven ze dus maar doen wat ze doen. Hè? Dat sparen blijft spaarder. En dat lijkt dus eigenlijk een tegenstelling. Dus van de ene kant zou je verwachten dat alles richting Tina gaat, there is no alternative, dus we moeten allemaal beleggen. Nou, deels van de markt doet dat, een andere groep doet dat eigenlijk niet, die blijft eigenlijk hangen in het verhaal, we blijven zitten waar we zitten en we gaan nog harder sparen. En je zou kunnen zeggen dat de polarisatie, dat het steeds extremer wordt. Je zou kunnen zeggen polarisatie zie je in de maatschappij, wat tot allerlei vervelende consequenties wellicht gaat leiden, hè, zoals sociale onrust en dat soort zaken. Maar je ziet het eigenlijk ook in de aandelenmarkt, alles polariseert. En crowded trades, ja, dat is eigenlijk transacties die bijna iedereen doet. Hè, dus waar te veel mensen in één kant zitten, dat is meestal vragen om problemen. En dat gebeurt nu. Je ziet dus veel crowded trades. Veel beleggingen lijken op elkaar. Iedereen zit dezelfde kant op. Dat heeft dus een risico, zeker bij een omslag TZT. En ja, diversificatie bij indices is sterk afgenomen. Nogmaals, de tech bepaalt eigenlijk de index. En dan is er nog een andere factor die we zien, en dat is ook wel iets om over na te denken. Dat is namelijk dat we de afgelopen jaren, de laatste 10, 12 jaar sinds de kredietcrisis, hebben we gezien dat centrale banken met name de impuls waren voor de markt om hoger te gaan. Dat heeft een deel van die stijging natuurlijk wel veroorzaakt. Het feit dat geld gratis werd, dat er geld werd beschikbaar gesteld. Maar in eerste instantie ging dat centrale bankengeld ging richting de bancaire sector, want die zouden moeten doorgeven aan het grote publiek. En ja, wat is er nu gebeurd? Die banken die moesten zelf, als gevolg van de blauwe plekken die ze hadden opgelopen in 2008, 2009, moesten rustig aandoen. Ze moesten deleveragen, de balansen moesten naar beneden toe. Er stond te veel risico op, ze hadden te veel leverage gebruikt. En ja, dat moest afgebouwd worden, dat was het idee. Tegelijkertijd zeiden de centrale banken, ja jongens, er moet geld naar het publiek in de, worden verstrekt. Er moeten leningen worden verstrekt en er stond eigenlijk haaks op elkaar. Dus van de ene kant wilden banken wel iets doen, maar konden ze niet. En aan de andere kant betekent dat dus ook dat het geld ergens als een soort stuurmeer bleef hangen. Vervolgens moeten die banken daar dan weer vanaf. Die moeten het dan weer terugbrengen bij de centrale bank. En die verliezen eigenlijk hun positie, hun rentemarge. Want ja, de banken moeten gewoon geld betalen als ze geld niet uitbesteden aan het publiek, zeg maar, of aan de economie. Maar het weer terug moeten geven overnight bij de centrale bank, dan verliezen ze daar geld op. Nou, dat is eigenlijk heel gek. Dus die centrale banken hebben geprobeerd de boel te stimuleren, maar dat geld is eigenlijk nooit echt in de economie terechtgekomen. Dat is eigenlijk puur ergens blijven hangen in de financiële wereld. En het heeft geleid tot asset bubbles, zou je kunnen zeggen. Er is steeds meer belegd. Het geld heeft de financiële wereld bereikt, maar niet de echte economie. En de fiscale stimulering waar nu om geschreeuwd wordt, en let u morgen nog maar eventjes op mevrouw Lagarde tijdens de ECB-meeting en ook de Bank of Japan. Al die centrale bankiers die zullen zeggen, het is nu aan de politiek. Dat roepen ze overigens al een paar jaar. Nog voor corona was dat al aan de orde. Ja, nu heeft de overheid geen mogelijkheid om daarvan weg te lopen, want nu moeten ze wel fiscaal stimuleren. Maar ja, dat brengt nu met zich mee dat nu in één keer die fiscale stimulans ervoor zorgt dat we misschien juist wel inflatie gaan creëren. En ja, inflatie is natuurlijk ook een vervelend iets, want als dat gaat ontstaan, ja, dan is natuurlijk een hogere rente ook niet heel ver meer weg. En als u hogere rentes hoort, dan hoort u natuurlijk ook een groot probleem komen. Want ja, schulden zijn natuurlijk gigantisch opgelopen. En schulden aan zich is geen probleem.
zolang als degene die jij, van wie jij die schuld hebt geleend, zou je kunnen zeggen, er maar geen probleem van maakt. En het enige wat dan nog tot een probleem kan leiden is rente betalen. Maar ja, als die rente nul is, dan kun je zoveel schuld hebben als je wil. Als degene die het geld heeft uitgeleend geen probleem ervan maakt, ja, rente hoef je niet te betalen. Dus dan is die schuld goed te dragen, zeg maar. Maar op het moment dat er een inflatiespiraal zou gaan ontstaan, en die kans neemt dus toe, omdat nu fiscale stimulering op ongekende schaal plaatsvindt, en vaak ook niet eens doelgericht, zou je kunnen zeggen. Men schiet met hagel, met stimuleringsmaatregelen en niet heel gericht. Ja, kan dat betekenen dat je in sommige opzichten dus juist inflatie krijgt. Vorige maand zagen we bijvoorbeeld in Amerika dat er heel veel motoren werden gekocht en heel veel duurzame goederen. We zagen dat aan de onderkant van de markt in Nederland en in Europa mensen juist meer gingen besteden. Terwijl je zou denken, ja, het is corona, iedereen denkt, jezus, mijn baan en mijn risico en mijn toekomst en noem het dan maar op. Nee hoor, er werd gewoon geld uitgegeven. Ja, omdat die groep geld binnenkreeg, waar ze misschien even niet op gerekend hadden. Of misschien was er wel een groep die juist geld kreeg, terwijl ze er, ja, klinkt heel stom, misschien wel helemaal geen reden voor hadden om het te krijgen. Nou, dat is de achtergrond waar we op dit moment mee te maken hebben. Nou, dan nog het laatste punt, voor wat betreft de analyse van dit moment, is dat we een blue wave misschien wel gaan krijgen in de VS. En wat is een blue wave? Nou, misschien begrijpt u de tegenstelling tussen de rode republikeinen en de blauwe democraten. Ja, als de democraten ook nog eens de Senaat veroveren, dat is nog geen gelopen zaak, maar die kans bestaat, dan zouden ze eigenlijk volledige controle kunnen hebben. Dus als Biden president wordt en je hebt ook nog eens de Senaat in handen, het Huis van Afgevaardigden hebben ze al, dan kunnen ze eigenlijk een soort van hun politiek door gaan zetten zonder dat er een stokje voor gestoken gaat worden. En dan is men wel bevreesd, ook hier weer, voor inflatie en ook TZT hogere rentes. Want er zullen belastingplannen komen, er zullen stimuleringsmaatregelen komen en er zullen, zoals gezegd, daardoor wellicht ook inflatiegolven gaan ontstaan. Nou, kortom, al met al is de markt belangrijk om te weten niet echt goedkoop. Het is geforceerd in een bepaalde richting geduwd en we lijken met velen in dezelfde sectoren te zitten en in dezelfde indices te zitten. En dat lijkt uiteindelijk een risico, want ja, ik heb wel eens gezegd, daar waar de massa zit, moet je niet zitten. Want dan weet je eigenlijk zeker dat je vroeg of laat verkeerd zit. Want de massa verdient over het algemeen geen geld. De massa betaalt het rendement van de slimmerikken en van het slimme geld. Goed, gaan we eens kijken hoe zich dat vertaalt op de aandelenmarkten. En eerst maar eens naar een langere termijn grafiek van de S&P 500. Hier het beeld vanaf 1994. We zien daarbij uiteraard de golf 2000-2003. Als eerste natuurlijk de geweldige, doldrieste jaren 90, waarin het niet op kon. Vervolgens gecorrigeerd 2000-2003. Een tik van ongeveer 50% neerwaarts. Nou, daarna het herstel richting de aanloop naar 2007-2008. Toen de kredietcrisis met een tik naar beneden toe van 55%. En vanaf de bodem in maart 2009... bijna één rechte lijn omhoog. Tot voor kort in ieder geval bijna één rechte lijn omhoog. En u ziet dat dat flinke rode dipje daar, dat is de coronadip van eerder dit jaar, met daarna weer het fantastisch goede herstel. En nu staan we gisteren nog op 3400 en vandaag staan we weer op 3300. Het is vandaag hard gegaan, in neerwaartse zin, grootste daling sinds tijden vandaag. En we zijn eigenlijk terug bij de top van, laten we even zeggen, voor corona. En die top die was in eerste instantie uitgenomen door de beweging, de herstelbeweging van de afgelopen 3 maanden. En dan moet je eigenlijk op basis van een oude top ervan uitgaan dat die oude top nieuwe steun gaat bieden. En dat is nog steeds het geval, ook met de huidige stand van nu. Ik denk namelijk pas dat er in dit geval op 3200 een cruciaal niveau aan het ontstaan is. En ja, die 3200 die is nu nog een procentje of 3 verwijderd van de actuele stand op dit moment. Maar bij 3200 moet je wel echt steun zien te vinden in de Amerikaanse markt. Wil die uitbraak die we hadden omhoog gericht stand houden. Dus we gaan ervan uit dat als een top eenmaal gebroken is in de opwaartse zin, dan moet daarna die top weer dienen als een soort bodem. Vergelijkt u het maar met een flatgebouw. Het plafond van de verdieping waar u zich bevindt is de vloer van de verdieping boven u. En zolang als dat mechanisme werkt, is er niets aan de hand. En hebben we een fantastische beweging gehad van 2200 indexpunten naar
bijna 3600 indexpunten. Ja, wat mij betreft een ongekende stijging. En ja, die stijging is natuurlijk de vraag, is dat allemaal terecht? Nou, degenen die mij het afgelopen jaar gevolgd hebben, die weten dat ik mij in het begin van het jaar verbaasd heb over het feit dat men corona zo lang negeerde. Totdat het daadwerkelijk losbarstte en toen ook de markt aanzienlijk naar beneden toe zette. Vervolgens ja, hebben we een herstelbeweging gehad vanaf het springplankje, vanaf de toppen van ongeveer 2014, 2016. Daar waren we net niet. Het had nog een tikkie lager gemoeten wat mij betreft. Dat is niet gebeurd. Maar we zijn vanaf die 2014, 2016 toppen, zijn we uiteindelijk gaan, hebben we heel even gebodemd. Daar zijn we heel snel van afgeveerd. En ja, vanaf dat moment is er eigenlijk wat mij betreft een zeer verbazingwekkende herstelbeweging heeft er opgetreden. In de aanloop naar het najaar heb ik gezegd een hete herfst, hou er rekening mee. Nou, die herfst lijkt nu daadwerkelijk wat heter te worden. We zien nu wat eerste verschijnselen van misschien wel paniek. Het is voor het eerst dat we weer zo'n uitslag hebben van 2-3%. En ook redelijk consistent en ook redelijk in de breedte. Ja, dan is de vraag, zet die nu door? Is dit eenmalig, dit tikkie van vandaag of gisteren? Of komt er nog wat achteraan? Ja, alles staat of valt denk ik toch met die Amerikaanse verkiezingen. Ik denk dat dit ook een beetje de aanloop naar die verkiezingen is. En dat het wat positionering is. Dus ik vind het nog te vroeg om nu te zeggen, ja, hou rekening met het feit, die bodems gaan gegarandeerd breken. U krijgt straks een kladderadatsch naar beneden toe. Ik vind dat nog iets te vroeg. Het zou kunnen. Kunnen zeggen, ja, alles kan. Dat klopt, alles kan. Dat is een heel goed uitgangspunt. Maar ik hou er nu nog rekening mee dat we eerst nog even op die bodem zullen standhouden. En dat de verkiezingen, en met name de reactie op die verkiezingen, dat zal bepalen of we die bodem gaan breken of niet. Dus ik verwacht niet dat we voor volgende week die bodem breken. Ik denk dat we, zoals gezegd, wel nog terug gaan vallen tot die bodem. Dat schat ik wel in dat dat gaat gebeuren. En vanaf daar zal het wiebelig worden en zal men proberen dat ja, zeg maar overeind te houden. Breekt die bodem wel, ja, dan zie ik eigenlijk geen reden, sowieso technisch niet, om dan nog heel erg exposed te zijn naar boven toe. Want dan, ja, als een beweging eenmaal op gang is, ja, dan kan die lang doorzetten en kan die ook heftig zijn. En zeker bij een dalende beweging kan het in één keer accelereren. Dus ja, het is een goed punt om in dit geval in de gaten te houden en misschien ook wel maatregelen te treffen als die bodem alsnog breekt. Hier ziet u dat beeld. Wat ingezoomd het laatste jaar. We zaten gisteren nog op die, zoals ik zeg, op deze grafiek. Ik heb hem gisteren uiteraard klaargezet, deze presentatie. We zijn nu wat verder teruggezakt, zit op 3300. En ja, dan ziet u dat we nog 100 punten te gaan hebben in de S&P. En dan ben je dus terug op de lows van zeg maar juli en september. En de toppen van de zomer in juni. Dus dat is wel een cruciaal steunniveau. Daar moet je wel kopers zien die in de markt komen. Breekt die bodem, zoals gezegd, dan staat het licht niet op oranje, maar dan staat het op rood. En dan moet u denk ik rekening houden met een mogelijke acceleratie. En dat kan natuurlijk, hè, allengelang de nieuwsontwikkeling die er zullen zijn, kan dat misschien tot een wat heftigere, snelle, felle beweging leiden. Dat wat betreft de S&P. Overall dus nog steeds een positief beeld. Wat je er verder ook van vindt, het is overal nog steeds een positief beeld. We hebben een hele sterke herstelbeweging zien. Dat sentiment is wel even weg. De markt zit nu in de kwakkelmodus. Wait and see. We zijn misschien wel te hard vooruitgelopen op een herstel, denk ik, van die economie. Ik heb me daar altijd over verbaasd. Ik denk, ja, als je één ding kunt zien aankomen, dan is het wel die coronagolf. Alleen of die coronagolf die we nu hebben en die we volgens mij nog wel in verheftigde vorm de komende maanden gaan meemaken, of die zich uiteindelijk ook vertaalt in een golf op de beurs, ja, dat is heel lang eigenlijk achterwege gebleven. En nu lijkt het erop alsof de markt nu tot een besef komt van, oh, wacht even, ja, het zit toch allemaal even niet mee. Plus, ja, zoals gezegd, reshuffling voor die verkiezingen, dat gaat nu, dat is de beweging, denk ik, die je nu ziet. Dat is versneld positioneren, anticiperen op wat er gaat komen. En het lijkt erop alsof de markt rekening houdt met Biden. Volgens de polls zou Biden 8% voor liggen, stand van een uurtje geleden. Maar ja, u weet, dat zijn peilingen en die zijn wel eens vaker ook niet waar gebleken. Maar ja, overall denk ik toch dat Trump te laat is of nog een hele grote konijn uit zijn hoge hoed moet gaan toveren, wil die het nog rechts aan zetten. Maar het voelt aan alsof Biden het gaat doen.
En dan is het een kwestie van hoe de markt daar zich uiteindelijk aan gaat aanpassen. Maar het zal dan eerder, denk ik, even een klein schokeffectje naar beneden toe zijn. Wat we gaan zien. En dan zal de markt zich, denk ik, gaan herpakken. Dus ik verwacht dat als we al een tik gaan krijgen, dat die na die verkiezingen komt. Doorbraaksteun, misschien een eerste schrikeffect. En vervolgens dan toch weer een omslag naar wat positiefs. Omdat de structurele factoren, lage rente, op zoek naar rendement, allemaal door één deur, nog steeds op dit moment aan het oplopen is. Goed, dan zegt Piet, die zegt, serieus, meen je het zeker? Weet je het zeker, Biden? Trump is wel aan het inlopen en hard ook, zegt Jeroen. Ja, ik weet het, Trump is zeker aan het inlopen. Dat is voor sommigen misschien goed nieuws, voor anderen misschien minder nieuws. Laat ik me daar even voor dit moment even niet over uit. Maar ik denk nog steeds dat het zoals op dit moment naar uitziet, dat de markten toch Biden, denk ik, zien winnen. En dat ook de reden is dat we dat nu versneld ook een beetje naar beneden toe zien corrigeren. Als Trump het alsnog eruit sleept, dan kun je zeggen, is dat dan positief? Nou ja, dan weet je in ieder geval één ding zeker, dat Wall Street blij zal zijn, want dan komt er een steunpakket. Dan gaat hij nog meer stimuleren, want dat is nu eenmaal wat hij zal doen. Van de andere kant, je weet ook dat als Biden wint, dat hij ook zal moeten gaan stimuleren. En de Democraten hadden een heel pakket klaar liggen als stimuleringsmaatregelen voor de economie. Alleen ja, de verdeling van welk geld waar terecht komt, is gewoon anders. En dan krijgen we ook belastingplannen voor de multinationals. En dan krijgen we ook andere herverdeling van geld. Dus dat, ik denk toch per saldo dat eerder wat negatiever wordt gezien op korte termijn. Zegt Ben Tijhuis, Trump is toch gunstiger voor de kortere termijn? Ja, dat zou kunnen. En inderdaad, de Democraten wilden meer stimuleren. Maar de vraag is, waar ga je stimuleren en waar ga je belasting heffen? En die verdeling zal bij de Democraten anders zijn dan bij Trump. En ik denk dat Wall Street straight out Republikeins, Trump helemaal ziet zitten. En als Biden het wordt, dan zullen ze uiteindelijk ook wel inzien dat het misschien niet heel veel gaat uitmaken, links of rechtsom. Maar dat er eerder misschien een paniekgolfje kan zijn. Misschien wel heel kort. Maar dat is mijn inschatting nu. Dan hebben we de Nasdaq Composite. En ja, daar hebben we ons natuurlijk verbaasd, met name in de zomer, over die alsmaar stijgende koers. Ik in ieder geval heb me daarover verbaasd. Misschien heeft u zich er niet over verbaasd, maar ik was in ieder geval redelijk verrast. Met name door dat laatste golfje in augustus. Dat vond ik echt de krankzinnigheid ten top. Ja, dat laatste golfje wat loodrecht omhoog gaat, dat is er ook loodrecht afgegaan. Ik heb het al vaker gezegd, hoe steiler de top, hoe groter de strop. Nou, dat bleek wel te kloppen, want daarna was het ook patsboom weg. En we hebben in september ook gewoon de loodrechte daling gehad. En het begin, de golf van augustus, is eigenlijk gewoon helemaal weggewerkt in die daling van september. Nou, toen hebben we het begin oktober nog een keer geprobeerd. Nou, die zijn we nu weer aan het afbouwen. Ja, nu ziet het beeld. Het gaat op en neer, maar vooral zijwaarts. En ik denk dat het straight kopen, 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 wat we gezien hebben in augustus, dat even achter ons ligt. De markt zal wat selectiever worden, is mijn inschatting. Er zullen wat geschoven gaan worden. En ja, dit hoort allemaal, zoals gezegd, voorbereidende beschietingen op dat event van die verkiezingen. Bottom line, als we die reuring hebben gehad, denk ik dat de markt terugkomt in een ritme waarin ze omhoog wil. Krijgen we Trump, krijgen we natuurlijk wel weer China en retoriek en handelsoorlogen. Dus dat is zeker minder voor de markt. Men hoopt er natuurlijk toch op dat als Biden het wordt, dat het dan allemaal ietsje rustiger wordt ook in die richting. Dus dat is weer een negatief dingetje als Trump Wall Street, als Trump aan de macht komt. Maar bottom line denk ik dat het, als je alle plussen en minnen afweegt, dat het niet zo heel veel gaat uitmaken. Het is meer een kwestie van wat komt first. Hè? En terug even naar die bodemniveaus, dat lijkt mij het meest voor de hand liggend hier. En daar zal, op die breekpunten, zal men proberen te rusten. Dat is wat je volgens mij gaat zien. Ja, dan naar de Nederlandse markt, naar de AEX. En dan gaan we eens even kijken wat op dit moment daar het beeld is. En zoals gezegd, dit is het beeld van tot en met gisteren. De grafiek van vandaag, het barretje van vandaag, zit nog niet in. Maar die moet u dan even denkbeeldig tekenen. Ja, mensen die mij lang gevolgd hebben altijd geroepen 5,28. Nou, vandaag stond hij er op een HNA. 5,29 was de low op de AEX.
En we zijn terug bij die bodems, daar waar de markt volgens mij ook zou moeten staan, als je reëel kijkt naar waar we mee te maken hebben op dit moment. En de markt was even overenthousiast volgens mij. Hij had geen rekening gehouden met die coronagolf. Dat doen ze nu wel, dat zijn ze nu aan het verdisconteren. En dan hebben we een hele bizarre situatie eigenlijk, dat we aandelen zien die 50% lager staan en eigenlijk volgens mij reëel geprijsd zijn op basis van de ellende die we in de economie zien. En we hebben aandelen die eigenlijk heel erg enthousiast geprijsd zijn op basis van het feit dat het nu eenmaal technologie is en grote groeipercentages met zich meebrengt. Alleen die groei, we hebben die PI's gezien, die groei wordt wel duur betaald. En ik denk dat die groei een beetje te duur betaald werd en dat die dus ook een stukje moet afkoelen. En dat is wat we ook nu aan het zien zijn. Een stukje afkoeling van een normalisering van die groei. Ja, het zijn groeibedrijven. Ja, die groei zal blijven. Die zal ook wel doorzetten. Met of zonder corona, met of zonder vaccin. Die wereld is toch voor een deel veranderd, denk ik. Iets wat toch wel structurele vormen ook zal aannemen. En die technologie zal de leider zijn. Zal zeker overeind blijven. Maar ja, het is zo gefocust op een paar aandelen eigenlijk, als je naar de indexen kijkt. Dus je hebt geen reëel beeld als je naar de indices kijkt. Je moet eigenlijk ieder aandeel op zichzelf gaan beoordelen. Want een Netflix is iets anders dan een Apple. En ASML is iets anders dan Netflix. Of you name it, allerlei technologische bedrijven. En Amazon of whatever. Dus je moet dan bijna per bedrijf gaan kijken om echt te zien, is dit een reële waarde? Is dit een reële koers-winstverhouding? Is de trendmatigheid die we zien in de bedrijfsmodellen van die bedrijven, is die structureel of is dat misschien even incidenteel door corona heel sterk uit het lood geslagen? Maar goed, er doen zich daar excessen voor en dat zie je, hè, alles wat goed gaat, dat ging over de kop, dat ging nog meer over de kop. We hebben de Tesla's gezien tot in de krankzinnige hoogtes, in mijn beleving in ieder geval krankzinnige hoogtes. En dat is iets wat dan op een gegeven moment voor een correctie vraagt. En het is ook zo dat dat soort aandelen ook heel kwetsbaar zijn. Het hoeft ook maar het minste geringste dat het even niet goed is. En dat is wat we ook recent zagen. Je ziet gisteren Microsoft komen, die cijfers zijn fantastisch, maar de koers reageert niet meer. Nou, één ding neemt u van mij aan, als een koers niet reageert op goed nieuws, be careful. Want dan zit het er niet alleen al in, maar dan is de kans op een verdere correctie ook wel groot. Dus die lucht moet er dan uit. Van de ene kant is dat goed, zou je kunnen zeggen. Het is een soort van gezonde correctie. Ja, het is maar net hoe je gepositioneerd bent, of het gezond is of niet. Maar het geeft wel aan, nogmaals, dat de markt geconcentreerd is. En dat je per individueel aandeel volgens mij moet gaan kijken. Moet ik erin zitten? Wil ik erin zitten? Wat is mijn verwachting? En veel meer naar diversiteit toe gaat in plaats van het blinde ETF beleggen. Ja, dan zegt Pieter Hoek iets waar ik toch even op wil reageren. Ik zie die vraag binnenkomen. Komt het schuldenprobleem Europa, Italië enzovoort niet meer naar boven? Ik heb het een paar keer genoemd. Ik denk nu nog niet. Ik denk dat het voorjaar wordt. Ik denk dat we in het voorjaar echt een aardige discussie gaan krijgen en ook echt dynamiek gaan krijgen in die eurozone. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat met alle polarisatie die we ook zien tussen Oostbloklanden nu, tussen datgene wat Frankrijk en Duitsland willen, tussen datgene wat Nederland bijvoorbeeld al dan niet voorstaat, daar gaan discrepanties ontstaan. Ik vraag me af of ze dat op een gegeven moment bij elkaar gelegd krijgen, of we kunnen polderen, zeg maar, in Europa, of dat ook bestaat. Maar ik heb mijn vraagtekens erbij. En het is natuurlijk bizar, als je nadenkt dat Italië en Griekenland momenteel kunnen lenen met een mega schuld, nog van GDP, nog nooit zo hoog als nu. En dat ze kunnen lenen tegen percentages die nog nooit zo laag zijn geweest als nu. Dat is een onmogelijke combinatie. Dat gaat tot wrijving leiden. En ik verwacht die wrijving, maar ik verwacht hem pas op het voorjaar. En in dit geval is dat zeker iets, Pieter, waar je aan refereert, waar ik zeker van geloof dat het gaat gebeuren. Hans van Loon zegt, ja, is het misschien positief? China wil meer macht en meer markt, denk ik dat hier bedoeld wordt. Zeker China. Hè, het congres is nu bezig, zoals u wellicht weet. Kijk, de Chinezen zullen zich niet laten leiden door zelf niet door corona uit het veld laten slaan. Die doen hun strategische ding, die hebben tijd, die zijn geduldig.
En die zijn hun marsroute aan het lopen. En daar brengen ze met 1,3 miljard mensen niet zo makkelijk vanaf, denk ik. En de Amerikanen, ja, die moeten vechten voor hun plek. Dat zal steeds moeilijker gaan worden. Want ja, er zijn een paar hele grote jongens in Amerika die nog wereldwijd operationeel zijn. Maar die ook het moeten hebben, als het om groei gaat, ook van China. En ja, dat wordt toch een strategisch gevecht. En dat zal van tijd tot tijd opspelen. En ja, de vraag is de Trump-benadering daarin de beste manier? Hard opstellen en kijken waar je uitkomt. Misschien voor de korte termijn. Ja, zal de overleg met dat soort met de Chinezen interessant zijn? Zal dat werken? Ja, ik ben geen stratege in dat op zich. Ik aanschouw het, ik zie wat er gebeurt. Maar dat zijn echt lange termijn consequenties van hoe de wereld eruit ziet en waar we naartoe gaan. Hoe wordt de verhouding groei-waardeaandelen bij daling en stijging van de index? Ja, je zou zeggen, als de markt, zeg maar, we hebben de groeispurt hebben we gehad, zou je kunnen zeggen. Dan verwacht je eigenlijk een soort rotatie, een sectorrotatie. Daar hebben we een paar keer hebben we daar aanzetten toe gezien. Hè, dat men zegt van, oké, dan gaan we nu op de achterblijvers zitten. Maar nu zien we dat corona toch zodanig doorzet. Het lijkt alsof de markt daardoor verrast is. Ik vind dat echt bizar. Want nogmaals, dat had je kunnen zien aankomen volgens mij. Maar dat de markt nu in één keer schrikt. Dus nu blijken weer die sectorrotatie is weer van tafel. Nu gaat gewoon in één keer alles naar beneden toe. Dat is een actie die je vandaag ziet. Dus we hebben een tijdje de afgelopen weken gezien. Oké. Groei heeft het even gehad. We gaan over naar achterblijvers. De staalbedrijven, de cruiseschepen, de vliegtuigmaatschappijen. Alles wat achtergebleven was, werd opgekocht. Oliemaatschappijen, noem het dan maar op. Nou, vandaag is dat weer allemaal van tafel. Nu gaat weer alles down the drain. Zonder aanzien des bedrijfs, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is weer even zo'n moment. En daarom denk ik dat dit eerder herpositionering is voor die verkiezingen. Dan dat het een structurelere beweging zal zijn nu. Ja, wordt Microsoft niet meegezogen omlaag, juist omdat het in al die ETF's zitten die nu verkocht worden? Ja, daar wordt inderdaad geld onttrokken. Je ziet dat er veel geld uit de S&P ETF gaat. Dat is de grootste, de SPY, S-P-Y, dat is de grootste ETF in de wereld, naast QQQ dus. En die heeft een mega onttrekkingen gehad. 33 miljard is er volgens mij uitgevlogen de afgelopen tijd. Ja, dus dat zou kunnen, dat een factor is. Het wordt uiteraard ook op die manier worden die grote jongens ook de andere kant weer mee naar beneden geduwd. Maar ik denk hier toch dat het toch wat meer bedrijfsgebonden is. Ja, Tesla is niet alleen auto's, zegt iemand terecht. Het is ook zonne-energie, batterijen, energieopslag, noem het dan maar op. Gewaardeerd voor de toekomst. Ja, de vraag is alleen hoeveel toekomst wil je inprijzen? Mark Bosland zegt dat terecht. Ja, hoeveel toekomst wil je inprijzen? Dat is natuurlijk de vraag. En dan moet het allemaal wel goed gaan. En wat als we, maar even misschien een wild idee, maar wat als er straks geen elektrische auto's blijken te zijn, maar dat we toch ontdekken dat het misschien waterstof gaat worden. En dan is deze hype misschien ook weer voorbij. Dus de wereld, disruptie is natuurlijk van alle tijden, gaat sneller dan ooit. En ja, ik ben daar toch altijd wel een beetje kritisch op dit soort dingen. En zeker als je zo'n aandeel tegen zo'n mega waardering staat te kopen, dan is er weinig ruimte voor teleurstelling, zeg maar. Ja, u bent goed op de hoogte. Er komen allerlei verschillende en goede opmerkingen naar boven toe. Ik zie een hele mooie naam, Arthur Pieters Graafland. Ja, daar moet ik aandacht aan besteden, met respect aan de heer Pieters Graafland. Ik weet niet of het familie is, Arthur, maar we hebben natuurlijk allemaal nog de mooie zweefduiken van deze goede keeper voor ogen, tenminste ik. Dan komt de waarde van de US ook weer ten goede, toch? Wat bedoel je nu? Want dan heb ik het aanleiding gemist van wat je vraagt. Dat is even lastig. Dat kan ik hier niet precies zo goed zien. Ja, ik vind het even lastig om die vraag te beantwoorden. Dan zegt Ben, ook globalisatie versus lokale handelseconomie gaan volgend jaar meer een thema zijn wellicht. Ja, dat is een andere tendens die je nu natuurlijk ziet en die ook beschreven wordt. Hè. Hebben we de globalisatiegolf gehad en krijgen we nu weer een golf die tegenovergestelde gaat doen? Hè. Ik heb het al van het weekend ook nog aan verwezen. Je ziet dat men de CEO, die enquête bij die CEO's van allerlei Amerikaanse bedrijven, die nu toch zeggen, ja, we moeten toch nog eens nadenken over onze supply chain, hè, de aanvoer van waar komen onze producten vandaan? Moeten we niet gaan herpositioneren? Moeten we niet veel meer gaan spreiden? Er zijn nu bedrijven die gaan uit China richting Maleisië, bijvoorbeeld. Ja, dat ga je natuurlijk niet van vandaag op morgen voor elkaar hebben. Maar dat zijn wel bewegingen die op gang gezet worden. Dat verstoort dan weer even het grote beeld. Ja, dan Pieter nog eventjes en dan gaan we door naar de strategieën. De hoeveelheid schulden wereldwijd blijft maar steeds sneller oplopen. Blijft dat gewoon goed gaan? Ja, vooralsnog blijft dat inderdaad gewoon goed gaan. En waarom gaat het goed? Zoals gezegd, zolang de markt daar geen probleem van maakt, is het geen probleem. En uiteindelijk
is dat natuurlijk wel een serieus probleem. En ja, is dan de rol van goud en zilver op de middellange termijn, wat je daarvan vindt? Ja, ik vind daarvan dat een belegger 3-5% van zijn vermogen in goud en zilver zou moeten aanhouden. Voor het geval iets gebeurt wat we eigenlijk, ja, als het gebeurt zeggen we allemaal, ja, dat kon je zien aankomen, namelijk schuldenberg, afbouwen, problemen, inflatie, noem het allemaal op. Dan zouden goud en zilver het goed moeten gaan doen. De eerste aanzet daarvan hebben we gezien, maar ik ben nog steeds van mening, op kortere termijn, dat goud een ritme vertoont, wat ik vind het niet lekker, het ritme tot nu toe. Ik heb het idee dat het op de een of andere manier, ja, zou bijna zeggen, een beetje kunstmatig omhoog is gezet, en dat de echte structurele golf voor het goud moet volgens mij nog komen. En of dat vanaf deze niveaus is, of dat het toch nog een tikkie lager zal zijn, het zou me niet verbazen als het eerst nog een tikkie lager gaat voordat het hoger kan. Goed, nou, heel veel vragen. Maar ik wil toch met u goedvinden door naar de AEX en het vervolg daarvan. Want ik heb nog een hele hoop strategieën die ik graag wil delen. En ik laat me graag verleiden tot al deze discussie. Ik vind het wel heel leuk dat u allemaal meedoet. En dat is ook goed. Vergeet goud en zilver, zeg Wil nog. Bitcoin is de toekomst. Technisch gezien ligt Bitcoin er goed bij, by the way. Dus dat is nog wel een dingetje. En dan nog het laatste. Wat doet de oliesector als die ook inzet op waterstof? Nou ja, dan zou je met Koninklijke Olie, TZT, die de draai nu moet gaan maken. En die morgen met cijfertjes komen. Dus dan weten we misschien al ietsje meer. Maar ja, ik denk dat de strategiemissie van februari wordt. Dat we dan pas wat gaan zien als het gaat om Koninklijke Olie. Maar dat is een lange draai. Dat is niet iets van vandaag op morgen. Goed. Overigens, schrik niet als u de grafiek ziet van Koninklijke Olie en die vergelijkt van de afgelopen 25 jaar met die van de AEX. AEX is volgens mij in de afgelopen 25 jaar inclusief dividend opgelopen met zo'n 750% rendement. En Koninklijke Olie iets met 280% rendement. Met name die daling van dit jaar heeft aardig ingehakt, zeg maar, voor de lange termijn beleggers in Koninklijke Olie. Goed, nou, nu dan toch echt naar de AEX. Hier dat beeld. Ja, ik kijk graag technisch. Ik ben gewend om naar grafieken te kijken en ik probeer op basis van die grafieken te zien, ja, waar zit ik en waar liggen risico's en wat zijn de niveaus waar je misschien als actieve belegger in ieder geval wat moet bijsturen. Nou, die niveaus liggen dus, zoals gezegd, op korte termijn bij de niveaus waar we vanmiddag waren, die 5,28. En in Amerika dus nog zo'n kleine 3% lager. Dus slotkoersen onder dat soort niveaus, dat zijn altijd serieuze waarschuwingssignalen. Als je kijkt naar de grafiek, zien we natuurlijk dat de AEX bij lange na niet het herstel heeft gehad als wat de Amerikaanse markten hebben gedaan. Ze zijn natuurlijk deels achtergebleven. Allemaal indexsamenstelling, allemaal een beetje vertekend beeld. En ja, wat je ook ziet is dat die AEX natuurlijk eigenlijk al echt al heel erg lang, we zitten nu steeds op niveaus, hè, zonder dividenden te rekenen, van 2007. Hè, dus we zitten 14 jaar staan we eigenlijk al per saldo stil en hebben beleggers eigenlijk, als je per sec naar de indexstand kijkt, alleen het dividend gehad, maar niet echt koerswinst in een AEX. Goed, nou, wat is nou slim om te doen? Want daar gaan we naartoe. Wat moet ik nou concreet doen? En als we kijken naar een AEX en u bent belegger, dan kom ik terug op iets wat ik eigenlijk al jaren verkondig. En de mensen die mij wat langer kennen, die weten dat ik dat al jaren verkondig. En ook nu denk ik dat nog steeds de meest aangewezen manier is om iets te doen. In plaats van een ETF te gaan zitten, in plaats van een mandje met aandelen te hebben, zou je kunnen zeggen, als je gelooft aan in spreiding, hè, of in ieder geval iets wat in die richting gaat, en je wilt niet 1, 2 of 3 aandeeltjes hebben, maar toch een hele reeks, en je gelooft dan in zoiets als een AEX, of een index, dit kun je ook toepassen op een S&P 500, dan is mijn antwoord, koop een call en zet de rest op rente. Je zegt, ja, rente is er niet. Nee, klopt, dan hou je de rest maar cash aan. De call op dit moment die daarvoor in aanmerking komt, mijn beleving de meest geschikte call, is de call 500 december 24. Nou, deze call-optie noteerde, toen stond de index nog wat hoger, noteerde de index toen we 5,70 stonden in de AEX, noteerde die 92 indexpunten. Stond dus iets boven intrinsieke waarde. Maar deze call is wat mij betreft het beste voor een belegger. Iemand die zegt, ja, ik wil beleggen, ik wil mijn geld toch in de markt beleggen. Ja, dan zou ik zeggen, koop zo'n lange termijn call. Ik ga straks een strategie uitwerken, stapje voor stapje. Daarom ziet u hier wat andere series ook staan. Puts en calls en geschreven calls. Die ga ik zo toelichten. Maar ik begin met stap 1. Stap 1 zou zijn, koop een lange termijn call. Als vervanging van een ETF, als vervanging van een aandelenmandje.
en zet het resterende bedrag wat u niet hoeft te investeren, zet dat cash. In dit voorbeeld, index staat 570, u koopt een call 500, u betaalt 92 indexpunten. Dat betekent dat u 480 indexpunten, oftewel zeg even 80% van uw kapitaal, gewoon op cash kunt laten staan. Het goede nieuws daarvan is dat die 80% op cash ook geen risico loopt, behouden dus inflatie uiteraard. Maar u heeft dat geld cash en u heeft geen koersrisico. En die koersrisico, dat gaat u aan met die call. Die call die gaat op termijn uiteraard gewoon de index volgen. Dus over 5 jaar is die call gewoon volledig in de money. Als die boven de 500 staat. En ieder punt boven de 500 is een punt voor u. Dus met andere woorden, als u denkt dat de index gaat stijgen, dan gaat die call gewoon mee omhoog. Dividend heeft u niet, dat is een nadeel. Voorlopig hebben we natuurlijk de situatie dat de dividend op dit moment überhaupt niet heel erg hoog is. Want ja, de koninklijke olie van deze wereld hebben dividenden moeten aanpassen. De verzekeraars en de financiële instellingen die staan nog steeds soort van onder curatele, wel of niet dividend uitbetalen. Kan misschien nog even duren ook. In dit geval denk ik kun je beter veilig zitten. En als we nog wat gekkigheid gaan krijgen, nu of in de nabije toekomst, ja, dan denk ik dat je beter met die call in de markt kunt zitten met een limited exposure. Dan dat je je hele hebben en houden in de index hebt zitten met 570 punten. Nou, nu staan we 534 slot vandaag. Dus nu doet die call zo'n 70 punten. Ik kan hem straks nog eventjes opzoeken voor u. Dus die heeft dan bij die daling van 40 punten, heeft hij er misschien 15 tot 20 meegedaan in de daling. Dus u heeft ook automatisch een soort parachute, dus bij een daling remt die af. Dus zo'n lange call als eerste idee. En dat ziet er dan eigenlijk in een profiel, ziet dat er dan zo uit. Hè? Dus bij een stijging ga je met die blauwe lijn, ga je gewoon 1-op-1 mee omhoog. Dus gaat de index omhoog, ga je mee omhoog. 10% stijging in de index betekent ongeveer 6-7% stijging met die call pak je mee. Dus je pakt minder mee van de upside, maar je doet wel mee, maar minder hard. Nadeel van die blauwe lijn is, als het gaat dalen, gaat het ook 1-op-1 dalen. Die blauwe lijn loopt ook hard naar beneden toe. Dus mochten we nog eens een keer onderuit gaan en nog eens een keer teruggaan naar 400, waar we begin van het jaar stonden, ja, dan gaat zo'n index natuurlijk 150 punten naar beneden toe. Maar u kan met die call geen 150 punten verliezen, want u heeft maar 90 punten geïnvesteerd. En die 90 punten zijn op 5 jaar basis. Dus bij een daling remt die call af. Nou, bij 100 punten daling, 150 punten daling, gaat die call misschien 50 punten, 60 punten naar beneden toe. Die blijft altijd nog een waarde houden. Dus je remt af en dat is wel zo prettig als het fout gaat. Nou, dan kun je daar nog een stapje bovenop zetten. En dat is in dit geval het volgende stapje. Namelijk, en dan moet ik eerst deze laten zien. Dat is dit stapje. Je zou kunnen besluiten, dat klinkt misschien heel gek, om een klein poetje erbij te kopen. En het kleine poetje, bedoel ik klein in de zin van ver out of the money, lage premie. Je zult zeggen, jeetje, een poet 200, wat moet ik daar in hemelsnaam mee? Dat is wel zo ver weg van de actualiteit. Dat klopt. Maar het is ook maar een beperkte hoeveelheid punten die je investeert. Je investeert 8 punten, je hebt 5 jaar lang heb je die poet in bezit. En het leuke van die poet is dat als je het komende jaar een beweging krijgt, bijvoorbeeld toch nog een keer terug naar 400, of nog erger, wie zal het zeggen, als dat mocht gebeuren, ja, dan gaat zo'n poet gewoon behoorlijk de lucht in. We hebben eerder dit jaar gezien dat bij een daling gaat het vaak heel erg hard. En als het hard gaat bij een daling, neemt de volatiliteit toe in de optiepremies. Marktpartijen schrikken dan, iedereen wil bescherming en als iedereen die zin wil hebben, dan wordt het duurder en dus neemt de volatiliteitspremie in zo'n optie toe. Consequentie dat zo'n poetje dus flink omhoog kan. Dit is gewoon een noodpoet. Hè? Dit is niet iets om te zeggen, ik bescherm mijn volledige 92 punten van die call. Dat is het niet. Maar het doet wel wat. Want zoals gezegd, bij 100 of 150 punten daling in een index, ja, dan gaat zo'n poet gewoon, en zeker als je er 2 hebt, gaat zo'n poet echt wel een deel van je pijn in die call opvangen. Niet alles, maar wel een gedeelte. Dus dat is een mooie hedge, zou je kunnen zeggen. Van de andere kant, ja, als je dat maar niet nodig hebt, omdat het allemaal de komende jaren hosanna is en we gaan herstellen, er komt een vaccin, de beurzen gaan herstellen, de economie gaat zich herpakken, de bedrijven blijven gestimuleerd worden, want men wil de economie stimuleren, ja, dan gaat het spelletje misschien juist de andere kant op, wordt de achterstand van de oude economie wordt ingelopen. De doorbraak van de technologie die zal blijven, dus die waarderingen in zo'n index blijven hoog en dan komt die sector die het hard voor de kiezer heeft gehad, die gaat aantrekken, dus met andere woorden, dan krijg je een indexstijging
En daar profiteer je dan van met zo'n call. En dan maken die 8 punten van die put niet heel veel meer uit. Dus dat zou stapje 2 kunnen zijn voor iemand die nog wat defensiever zich wil positioneren. Dan zie je dat die curve natuurlijk nog wat minder afzwakt. Uiteraard, hè, je moet die 8 punten wel ook verdisconteren bij de stijging. Dus het wordt aan 2 kanten een wat flauwer verloop. Nou, dan kun je iets doen. Bijvoorbeeld door in combinatie dit te doen. En dit is een wat agressievere positie voor met name mensen die denken dat de beurs voorlopig niet omhoog gaat. En die eerder rekening houden met een tikkie terug. Nou, wat je dan zou kunnen doen, en hou me even ten goede, deze koersen die zijn natuurlijk niet actueel op dit moment. Maar ik had in eerste instantie de call 580 in gedachten om te schrijven. En dan zou je zeggen, waarom de 580? Nou, dat heeft met het beeld van de AEX te maken. Ik ga even terug naar die grafiek. Die grafiek van de AEX, en dan met name deze kortere termijn grafiek. Daarin zie je dat we vanaf de zomer een weerstand hebben gebouwd, een toppen hebben gebouwd rond de 580. Dat is deze niveaus zijn dat. Nou, dat is een weerstand. En die weerstand, ja, die ligt er nog wel even in. En ik zie hem ook niet op hele korte termijn gebroken worden. Dus die 580 weerstand, daar zou je van kunnen zeggen, weet je wat, de komende 3, 4, 5 maanden, ik schrijf een call met als weerstand die 580, dus ik schrijf een call 580. Krijg je ruim 20 punten voor op dat moment, dat is alweer van een dag of 4, 5 geleden, die koersen, maar daar kreeg je dus een redelijke premie voor, dan heb je een buffer tot 600. Nou, 600, dan ben je weer aardig op weg, en zelfs als alles weer goed komt, en we weer maar teruggaan naar voor corona, nogmaals, ik zie dat niet op korte termijn gebeuren, maar als dat zou gebeuren voor maart, nou, dan zou je op 620, 630 staan. En dan, ja, prima, dan heb je een geschreven call op 580. Break even op 600, dan heb je 20, 30 punten pijn. Dat is vervelend. En dus moet je dat wel afdekken, want je kunt nooit weten. Hè, zeg ik al, komt er morgen witte rook uit een of andere farmaceutische schoorsteen. Hè? Rook uit een schoorsteen, ja. Dan hebben we een vaccin en dan wordt de hele wereld helemaal opgetogen en zeggen, joh, die ellende van corona is achter ons, we kijken weer blij vooruit en hemelhoog is het motto. Nou, dan kan je zomaar omhoog gaan en dat wil je dan wel afgedekt hebben. En om dat af te dekken had ik dit in gedachten, namelijk een colletje 700. Dus toen je 23 punten kreeg voor de 580, betaalde je voor de call 700 ook 17 punten. Nu zal er dus nogmaals allemaal wat anders liggen, want de call 580 zal nu rond de 13 punten zijn. En die call 17, die is ongeveer 13 punten waard. Maar goed, het gaat even om het principe nu. Een call 580 schrijf je. Dat zou je dan in dit geval 2 keer doen. Dat levert een premie op, 4600. Hè, want 1 zo'n contract is 2300 euro, dus dat zijn dikke jongens, die indexcontracten. Nou, je koopt 4 keer die call als bescherming, dus je hebt een ratio, dus je hebt 4 calls gekocht en 2 geschreven, maar dit heeft een heel ander profiel, die call 700 dan die 580. Het goede nieuws daarvan is, dat als er niets gebeurt en die index blijft hangen in die zone 530, 580, dan zit je goed. Want als die index een beetje spartelt, wat omhoog, wat naar beneden toe, maar uiteindelijk in kant op loopt, richting de komend voorjaar, dus de winter door, ja, dan loopt die premie van die call 580, die komt heel erg lekker naar je toe. En dat is best een serieuze premie. En bedenk dan dat die 4.500 euro die je ontvangt, dat op die investering die je doet, en die investering die je doet is ongeveer 10.000 van de call en de put bij elkaar, ja, dat ongeveer de helft is. Dus de helft van je premie die je betaalt voor die combinatie op 2024, die dan nog ruim 3 jaar te gaan heeft, 3,5, 4 jaar te gaan heeft. De helft van die investering heb je dan al goed gemaakt. Dus ik denk dat dit een interessante strategie is. Hè? Dus je schrijft op 580 tegen die weerstand aan. Nou, knalt hij daar doorheen, dan moet je dekking hebben. Dus krijgen we onverhoopt toch een beweging door de 580 heen. Ja, dan moet je dekking hebben. Nou, die koop je dus in de vorm van de 700 call. Die gaat dan wat doen. Nou, wat kan een ander scenario zijn? Stel, we kukkelen linea recta naar beneden toe. Ja, wat dan? Ja, dan gaat dat putje 200, die gaat niet bij de eerste daling meedoen. Je moet niet denken dat als de index 20, 30 punten daalt, dat die put meteen door het dak heen gaat. Dat gebeurt pas veel later. Dus die beweging die moet 50 tot 100 punten zijn en dan komt die put echt serieus van zijn plek. Maar dan gebeurt er nog iets, volatility. En volatility die schiet natuurlijk in eerste instantie ook in je kortlopende optie die je geschreven hebt. Want die wordt in eerste instantie duurder. Hè? Vergeet dat niet. Als er nu volatility stijging komt, wordt die call 580, ondanks het feit dat de markt daalt, wordt die relatief gezien duurder, omdat de volatiliteit met name in kortlopende opties toeslaat. Dus die call 580, die gaat naar verhouding even tegen je in. Maar een vertraagd effect zal uiteindelijk ook plaatsvinden, stijging volatility, in die call 700.
En per saldo is het zo dat de voorlast schiet erin, maar de tijdswaarde loopt eruit. En die tijdswaarde loopt er toch echt het allerhardste uit en het snelste uit bij die maartcall. Dus dit is een hele leuke combi volgens mij voor iemand die zegt, ja, ik zie hem niet stijgen, ik zie hem onder die 5,80 blijven en ik hou zelfs rekening met een wat grotere terugval. Mochten we nou hard terugvallen, ja, dus dat we, ik noem wat, weer teruggaan naar 4,70 of 4,50, ja, dan doe je nog steeds oké zaken. Want die call 700, die blijft lang hangen. Natuurlijk wordt die minder, maar die blijft lang hangen. Dat poetje die je ook vier keer hebt, die gaat langzaam in beweging komen. Dan ontstaat er een soort communicerend vat. Je zou kunnen zeggen, die call wordt 8 euro en die poet wordt 17 euro. He, dat gaat uiteindelijk gaat zich dat eigenlijk van stuivertje verwisselen. Dus met andere woorden, daar gebeurt niks in. Daar zit niet je winst, maar je winst zit hem in die geschreven call. En je hebt de tijd in je voordeel. Dus dat vind ik de beauty van dit soort strategieën. Om die op die manier in te zetten. En dan krijg je een profiel. Je kunt dat altijd weer in de vorm van een profiel uittekenen. En dan krijg je ongeveer dit profiel. En zo'n combinatie is natuurlijk iets heel anders dan die blauwe lijn. Hè? Daar moet je het natuurlijk wel mee vergelijken. Maar ja, je ziet dat je, als je bij die 5,80, 5,85 blijft, doe je het eigenlijk net zo goed als dat je nu in aandelen zou zitten. Maar als je lager bent dan die 5,80, doe je het stukken beter. Want die blauwe lijn gaat in het verlies, maar die rode lijn die gaat omhoog en die blijft dan stabiel hangen. En dit is een rendement in een periode van 5-6 maanden. Dus dit is in mijn beleving een hele leuke voor iemand die, zoals gezegd, gericht is op wat meer zijwaarts tot lager. Dan was dat een smaakje. Nou, als u zegt, ja, maar zo negatief ben ik niet. Ik denk dat we uiteindelijk wel dit dipje ook weer gaan overleven. En dat er toch weer een sentiment komt van, hey, we hebben geld, rente is laag, we moeten wat. En de economie gaat herstellen, stimuleringsmaatregelen enzovoort enzovoort. Hè, die versie van het verhaal. Nogmaals, het heeft alles te maken met volgorde, want die volgorde, die redenering zal echt wel weer komen. Alleen de vraag is, vanaf welke niveaus en op welk moment? Hè? En ligt dat wat dichterbij in de tijd of ligt dat misschien wat verder af in de tijd, in de komende maanden eerder dan in de komende weken? Nou goed, dan is die lange call dus goed, hè? Want die is gewoon goed als belegging. Die poetjes, die kent u ook. En dit is een kwestie van 1, 2, 3, 4. Het is letterlijk op die manier. 1 call, dat is die lange call. Je schrijft twee keer, dat is diezelfde call die we net hadden, die schrijf je twee keer. Dan ga je risico aan, want dan zit er 1 call ongedekt. Hopelijk begrijpt u dat. Even in waarschuwing tussendoor. Als u niet begrijpt wat hier staat, doe het niet. Blijf met uw fikken ervan af. Ga eerst een cursus volgen. Koop een boekje over opties, I don't care. Maar ga niet in opties rommelen als je niet begrijpt hoe die instrumenten werken. Dat is een duidelijke, hele concrete tip is dat. Goed, je schrijft twee keer die call. Dan koop je dus vier keer in dit geval die put 200 en je koopt drie keer een colletje boven de markt. Dan kun je zeggen, jeetje, dat is ingewikkeld. Dan heb je een hele waslijst aan orders en ook nog verschillende aantallen. Ja, er is een reden om dit in aantallen te doen. Want zoals gezegd, wat je eigenlijk doet is, je koopt wat meer volatiliteitspotentieel. Doordat ik die buitenkanten koop, dus de put 200 en de call 700, dat noem ik de buitenkanten van de markt. We staan nu ergens ertussenin, zeg maar. Die buitenkanten, die zijn heel gevoelig voor volatiliteit. Out of the money zijn gevoelig voor volatiliteit. Dus daar kan in één keer de volatiliteit inschieten. Nu gaat dat bij lange termijn opties redelijk sloom. Dus het is niet zo dat als we 3 dagen aan dalen zijn, dat dan meteen de volatility in die lange termijn opties schiet. Zo moet u dat echt niet zien. Maar als je een langere periode van volatiliteit tegemoet gaat, dan heb je wel een voordeel met die opties. Nu waren die opties, moet ik ook even erbij zeggen, nu waren die opties, voor corona tijdperk, waren die opties echt super, 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 super goedkoop. Die dingen stonden tegen een volatiliteit wat gewoon echt veel te laag was. Ja, veel te laag. Vooral als je dan volatiliteit krijgt. Dus die zijn natuurlijk wel iets gestegen door de onzekerheid. Dus het is niet geheel zonder risico. Dus als je ze alleen maar koopt en de markt gaat rustig weer omhoog kabbelen, ja, dan heb je wel een probleem, want dan loopt er nog steeds wel een beetje volatiliteit uit. En om dat risico dus niet alleen maar te hebben, en met out of the money puts en out of the money calls, ja, wil je ook een stukje van die premie terughalen. Dus je moet dat eigenlijk altijd een beetje combineren met geschreven opties om die volatiliteitsopties te doen.
Nou, dan kijk ik even tussendoor naar wat vragen, want ik zie een hele hoop dingen voorbij komen. Ik kan niet meteen praten en lezen, dat kan ik nog steeds niet. Maar hier zegt meneer Barnes, die zegt, zijn de omzet en opties 24 niet laag, dus grote spreads? Absoluut, die zijn lage omzetten, je moet dan met limietes werken. Dat is een beetje gedoe om die dingen in bezit te krijgen. Van de andere kant, het zijn ook opties waar je niet morgen weer van af wil. Dus het is ook meer een zitpositie. Zeker als een lange termijn call 500, ja, dat koop je als belegging. Als u nu een mandje koopt of een ETF, dan neem ik aan dat u die ook koopt voor een wat langere periode. Dan, volatiliteit is juist verdedigd voor de geschreven opties, zegt Ben. Altijd mega spreads en lange series, niet eenvoudig te handelen. Klopt, John Jansen. Call opties doen, eerst cursus volgen bij anderen, doe ik ook. Hihi, zegt Frank Hessers. Aandelen flow traders wanneer je opties niet goed onder de knie hebt. Ja, kan je doen. Flow traders is een bedrijf dat op de beurs genoteerd staat en ja, vaak gekocht wordt door beleggers, omdat ze dat zien als een stukje hedge. Flow traders is dus een club die vaak arbitreert tussen ETF's, stromen en de manier waarop ze dat met indexbeleggingen afhedgen. En die gaan in dit geval spreads doen. Dus ja, in dit geval is dat wel een belangrijk iets. Dan dus deze combinatie. Dan heb ik hier een 1, 2, 3, 4. Dan moet ik naar beneden toe, naar het volgende combinatie. Dus afhankelijk van uw visie, hè, ben je wat negatiever gestemd, pessimistisch over het vervolg, zeg je ja, ik zit wat inzetten in de kwakkelmodus tussen de huidige niveaus of nog wat lager. Nou, ik denk 4,70 is een redelijk bodemniveau voor de nabije toekomst. Ja, 6,10, 5,90, die oude toppen, dat is een redelijk topje. Nou, zitten we daar de komende tijd nog een beetje tussen te kwakkelen, dan zou bijvoorbeeld deze strategie heel goed kunnen werken. En dan, ja, dan is er een potentieel van 5-6% zeg maar de markt te behalen. En ja, het voordeel dus van wat ik hier laat zien is dat je maatwerk kunt maken op basis van je visie en je risico's onder controle krijgt. En dat is iets wat mij altijd verbaasd heeft tot en met de dag van vandaag. Ik zie grote portefeuilles bij beleggers en ik zie zelden, als ze bij vermogensbeheerders of bij banken zitten, zie ik zelden beschermingsconstructies. Ja, af en toe een verdwaald geschreven kolletje of een verdwaald poetje, maar er zit geen structurele dekking onder portefeuilles. En ik vind dat bizar. En zeker vind ik dat bizar bij mensen die de leeftijd van 55, 60, 65 plus hebben, want hun beleggingshorizon is nu eenmaal niet hetzelfde als van iemand van 25. Kijk, iemand die in 25 is en een aandelen belegt en ETF's heeft en zegt, nou, een dipje, het zal mijn zorg zijn, ik ga gewoon accumuleren. Prima, doe dat. Maak je niet druk over corona. Er is ook nog een wereld na corona, hopelijk. En ja, weet je, je hebt 30, 40 jaar accumulatie voor de boeg. Maar iemand die 65 is, ja, die heeft nog 10, 15 jaar profijt voor de boeg, hopelijk, van zijn kapitaal. Moet daar misschien van leven. En dat is een heel andere problematiek. En ik blijf het bizar vinden dat er grote beleggers zijn die altijd het mond vol hebben van diversificatie en zeggen dat daarmee het risico onder controle is. Ik ben het daar pertinent niet mee eens. En het klopt ook niet. Ik kan statistieken laten zien dat het gewoon simpelweg niet klopt. En denkt u even na, hè, ook over het verhaal wat nu dit jaar weer met Konkolie gebeurt. Ja, er zijn heel veel mensen die hebben daar grote hoeveelheden geld in zitten. Omdat ze altijd zeiden, ja, never sell Shell en dat soort overtuigingen die er dan zijn. Ja, je ziet, ik kijk het altijd, alles kan en je weet niks. En nu zien we het, Shell is terug bij af, verder weg dan af, langer weg van af en terug naar af. Het zal allemaal heel erg lang duren. Dus ik snap het niet. Ik begrijp niet dat er beleggers zijn die naakt rondlopen op de beurs, noem ik het maar eventjes. Maar goed, ik moet dat toch nog een keer kwijt, want het is mijn stokpaardje misschien. Maar daarom ben ik zo blij met dit soort instrumenten om dit soort strategieën te maken. Risico heeft iedereen. Ik ook. Die kun je niet uitsluiten. En het gaat er alleen om, wat als ik het fout zie, wat gaat me dat kosten? Ik heb Konkolie ook verkeerd ingeschat. Begin van het jaar stonden we op 26 en het zag er naar uit dat we een herstel zouden gaan krijgen in de olieprijzen, noem het dan maar op. En plotseling is de wereld veranderd en staat de koers op een tientje. Ja, nou, dat kost geld. Maar hoeveel kost het en in hoeverre vind je dat, is het draagbaar op je portefeuille? En het heeft mij misschien 3-4% op de portefeuille gekost, maar een ander heeft het misschien wel 30% gekost op zijn portefeuille. Dat is gewoon te veel. 30% maak je niet zomaar goed. 3-4% kun je goed maken. 30% is een heel ander scenario. Goed, dat gezegd hebbende weet u dus waarom ik zoveel aandacht besteed aan dit soort strategieën, waarom ik er fan van ben. Dan gaan we door, want ik zie dat ik aardig wat tijd opsoupeer. Maar goed, dan zien we hier de call 500 en de geschreven call. En dit is een variant.
vond ik wel aardig. Een soort exponentiële variant. In dit geval schrijf je nog steeds die geschreven calls. Hè, met het idee die 85 is de weerstand. Dus daar leg ik de geschreven call. Dan koop ik 4 keer een put. Die out of the money kleine dingetjes. Hè, met het idee van een bommetje die voor me in positieve zin kan ontploffen als de markt in elkaar kukelt. En ja, die out of the money calls die een prima bescherming bieden. En die ook goed kunnen presteren bij een stijging van de markt. En dan heb je eigenlijk een relatief eenvoudige constructie in mijn beleving. Maar wel eentje die een leuk profiel geeft. En dat is ongeveer dit profiel. Naar beneden toe zit je behoorlijk goed. Er moet echt wel flinke daling komen. Wil je hier heel veel pijn van gaan hebben. Naar boven toe bij ze gelijk blijven pak je een leuk rendement. En naar boven toe, ja, als het echt, echt, echt door die 600 heen knalt, naar 630 enzovoort, dan gaat je rendement wel een stukje naar beneden toe. Maar zelfs dat valt heel erg mee. Dus je hebt eigenlijk aan twee kanten heb je een brede range, heb je eigenlijk een aardige combinatie te pakken. Goed, dan voor de mensen die wat actiever willen doen en zeggen, ja, ik moet nog mijn kalkoen voor de kerst terug zien te verdienen. Heb je nog een ideetje? Nou, ik heb nog een treetje voor de kerst. Daar wil ik nog eventjes bij stilstaan. Ja, ik zit intussen toch even wat te lezen, maar ik ga toch even door met mijn presentatie. Ik kom straks misschien nog op die vragen terug. Dan, korte termijn trade AEX. Je kunt eenzelfde soort principe had je kunnen doen. En ja, ik vind het vervelend in die zin. We stonden 5,45. Ik had dit gisteren uitgewerkt. En ik denk, nou, dit is wel een aardige om te communiceren. Ja, hoep, zien we de dag erna, zien we 5,34 en 5,30 voorbij komen. Zijn die premies natuurlijk allemaal weer wat anders. Maar goed, misschien morgen donderdag ECB, Bank of Japan. 4 grote jongens in de index. Misschien krijgen we morgen weer een herstelbewegingje. En ziet de wereld er dan weer anders uit. En kunt u hem alsnog doen. In ieder geval, ik had in gedachten om de call maart in dit geval te kopen en die van december te schrijven. En het grappige is dat je deze kon doen voor ongeveer even money, zoals dat heet. Dus je betaalt net zoveel voor de call die je koopt en je ontvangt net zoveel als wat je betaalt voor de call. Dus met andere woorden, de opbrengst van de call 5,75 was ongeveer gelijk aan die van de call 600. Het was even money trade. Ja, wat is hier leuk aan? Nou ja, als opnieuw die 580, 585 een bridge too far is voor de komende weken. Hè, we hebben het hier over december, dat is nog 6, 7 weken te gaan. Dan is dat weer zover. Expiratie december is op 18e van de maand. Als dat gebeurt, dan pak je die premie bijna van die call december. En die call maart, ja, die loopt dan nog en die is even goed. Maar alles wat lager is dan 5,75 is eigenlijk feest. Heb je geld verdiend? En tenzij die index op nul zou staan, dan is je call maart 600 ook niks meer waard, als ik het even chargeer. Maar als de index een stukje zakt, 50 punten zakt of 5% naar beneden toe of dat soort dingen, dan doet die call maart ook nog steeds wel wat geld. En dan is dat je winst. Hè? Dus je call maart hou je eigenlijk over. En op die manier zou je dus zo'n trade kunnen doen op de AEX. Nou, dan kun je nog een variant bedenken. Meerdere varianten. Als je nu zegt, ik verwacht de AEX zijwaarts wat hoger. Bijvoorbeeld met 5 of 10% stijging vanaf die 5,45. Dus ik denk toch dat we richting die weerstand gaan. Die 5,80, 5,90 op gaan zoeken. Ja, dan is het misschien interessant om deze combi te doen. Dan koop je 2 keer die call maart. En schrijf je maar 1 keer die call december. Let wel, dan is het, als je gelijk blijft, is het nog oké, hè, de komende weken. Als je gaat stijgen, met name een beperkte stijging tot aan 5,75 is fantastisch. Ga je daar doorheen, is het ook nog oké, omdat je dubbele dekking hebt in de vorm van 2 van die calls. Hè, dus dit past in het profiel 0%, 5%, 10% erbij. Nou, dan zijn er natuurlijk ook altijd mensen die negatief zijn op de markt. En die denken van ja, maar het kan ook best wel eens de komende weken echt knijterhard naar beneden gaan. En we gaan gewoon terug naar 4,70 of lager. Dus een 10% daling vanaf de huidige koersen. Als je dat ziet zitten, dan zou je bijvoorbeeld dit kunnen doen. Wat je dan doet is, je koopt een put, ook op maart. Een out of the money. Zijn nooit goedkoop. Volatiliteit is er helaas ook door die daling van vandaag natuurlijk een beetje ingeschoten. Dus misschien moet je dan even 1 of 2 dagjes geduld hebben dat die misschien weer wat afkomt. Voordat je zo'n put koopt. Maar in ieder geval gisteren deed dat putje 4 euro. Die kon je dan kopen. Dan schrijf je die combi. Dus je doet nog steeds die combi. De december, maart. Ja, en als die dan gaat. En hij gaat hard de komende weken. Dan gaat het ook hard in die premie. Want dit tikt natuurlijk wel aan. En het leuke is dat als er niets gebeurt. Dan verkost het je ook niks. Want die put maart wordt natuurlijk de komende 6, 7 weken langzaam minder waard. Want hij verliest tijdswaarde.
Maar die tijdswaarde verdien je terug door die call spread te doen. Dus wat je verliest aan tijdswaarde in de markt, dat heb ik uitgerekend, is ongeveer hetzelfde als wat je verdient in die call spread. En zelfs nog een klein beetje plus bij een stand van min of meer 5,45 rondom die niveaus. Nou, dan heeft u wat smaken. Kies uw eigen smaak. Ik zal er ook eentje kiezen de komende dagen. En die zullen we innemen in de trading portefeuille, zodat we hem kunnen volgen. Ja, dan is er nog iets. Toen dacht ik van ja, als je dit doet en je hebt een wat grotere portefeuille en je wilt ook misschien zelfs wat hedging inbouwen in je portefeuille. Ja, dan zou je misschien wat groter kunnen doen. Dit zou ongeveer op een portefeuille passen van een ton, anderhalve ton denk ik. Je koopt 3 keer een put op maart. Je doet dan die combinatie in ratio. Dus je schrijft 8 keer, je koopt 12 keer. Dit is ook echt als hedge op een aandelenportefeuille. Hè? Dus dat je wanneer je zegt ik heb een aandelenportefeuille, maar ik wil toch een mogelijk verlies de komende tijd opvangen. Dan zou je bijvoorbeeld op deze manier dat kunnen doen. Nou, dan schrijf je dus nog steeds die calls. Je zoekt die dekking in de vorm van die call. Bovendien heb je natuurlijk je aandelenportefeuille. En door die putjes erbij te kopen heb je ook wat dekking in geval van een verdere daling. Dus dit is meer een hedge positie. Nou, dit kunt u op uw gemak nog eens allemaal nakijken. Hier ziet u de overzicht. Ik heb hier die premies van gisteren dus gekopieerd. Dus u ziet dan ook die bied- en die laadprijzen van die series. Hier dus die decembers. Gisteren dus die calls hier op december. Hier nog een keer op maart, dus die call 580. Gisteren was die alweer 13,50 op een gegeven moment. Dus ja, in dit geval is het natuurlijk, of de call 600, sorry, die had ik hier staan. Dus hier zie je ze, hier zie je de diverse premies met de AEX-opties van maart en december enzovoorts. Nou, kunt u rustig voor uzelf nakijken en dat is van belang. Goed, ga ik naar het volgende onderwerp. En dit is een kleine commerciële boodschap die ik voor u heb. Ik heb u nou beloofd dat ik nieuws heb. En dat wil ik graag even toelichten. Je hebt specifieke dagen op de markt. En dan heb je het over zogenaamde quadruple witching days. En zo te zeggen, wat is dit? Een witch is een heks. Maar wat is nou het heksendag? Wat is de heksendag? De viervoudige heksendag? Nou, dat is het moment van de expiratie in Amerika. Dat is één keer in de zoveel maanden, de grote maanden, dan lopen futures af, dan lopen aandelenopties af op allerlei instrumenten, opties op futures lopen af en een viervoudige expiratie. Nou, vond ik laatst een stukje statistiek en die statistiek gaf aan hoe groot is nou de kans op winst na zo'n viervoudige triple witching day. Nou, daar komt dit vandaan. Ik heb nog een wat specifieker dingetje, dat zal ik van het weekend in de marktupdate bespreken. Maar het gaat nu eventjes om het rechtergedeelte. Want hier staat het rendement wat u gemaakt zou hebben op de S&P 500 vanaf 2001, jaarlijks 6,46%. Dus vanaf 2001 zou je de laatste 20 jaar 6,46% hebben behaald. Nou wil het grappige dat ik in die zin nieuws heb. Ik heb namelijk ben een samenwerking aangegaan met een partij. En wij zijn samen bezig geweest met het ontwikkelen van een methodiek. En die methodiek die hebben wij getest over de afgelopen jaren. En die hebben we ook de afgelopen tijd in het echt getest. En de afgelopen tijd is in dit geval de laatste 3 jaar. En die methodiek die komt erop neer dat we met een tradingfonds gaan starten. Waarin die methodiek wordt gebruikt. En die methodiek heeft exact 6,4% gemiddeld rendement opgeleverd vanaf 2008. Dus eigenlijk vrijwel identiek aan de rendementspercentages van de S&P 500. Maar er is één heel erg groot verschil. Wij hebben het voor elkaar gekregen om met die methodiek het risico van een aandelenportefeuille. Bij de S&P is dat 48% geweest. Een drawdown, een terugval. Om dat risicopercentage met een factor van 90% te verlagen. Dus we hebben een soortgelijk rendement, maar een risicofactor hebben we weten terug te brengen met 90%. Dus dat is echt bizar in mijn beleving. Dus we hebben nog een risicopercentage van 5% gehad. Dat noemen wij in dit geval een drawdown, een terugval vanaf een piek. En een percentage van 6,5% gemiddeld rendement. Dit jaar heeft die methodiek het heel erg goed gedaan, deels door de volatiliteit. We hebben ook gezien dat de methodiek baat heeft bij bewegelijkheid, bij meer volatiliteit in de markt.
Nu, ik wil die methodiek gaan aanbieden aan het grote publiek. Er is inmiddels ook internationaal belangstelling voor deze methodiek. We hebben ook een samenwerking in dit geval aangegaan in Zwitserland, maar we willen het ook in Nederland gaan aanbieden. En er is dus een mogelijkheid voor u als belegger vanaf 100.000 euro om met die methodiek mee te doen. En mocht u nou geïnteresseerd zijn en u heeft nog wat liquide middelen of u zegt ja, ik ben wel op zoek naar iets dergelijks, dan kunt u dat zo direct aangeven. Dan krijgt u binnenkort wat meer informatie. En in dit geval zien we hier de groene lijn van het Brouwersfund, want zo gaat het fonds heten. Wij gaan vanaf volgende maand van start. En u ziet hier het verschil met de witte lijn. De witte lijn is de MSCI World Index, dus dat is de wereldindex. De S&P-index ligt daar nog ietsje boven. En we zien ook de grote fluctuaties uiteraard in de witte lijn versus de groene lijn. En ja, de laatste 3 jaar zijn wat bovengemiddeld. Dus we zien, zoals gezegd, dat wanneer de volatiliteit stijgt, dat wij daar ook baat bij hebben. Nou, mocht u dus in dit geval geïnteresseerd zijn, als het goed is, zal Tom zo direct nog wat vragen aan u stellen. Waaronder zegt hij, ja, bent u geïnteresseerd om meer informatie daarover te ontvangen, dan willen we dat graag weten. Dan gaan we een speciale presentatie ook houden en dan nodigen we u daarvoor uit. Dat kan allemaal niet fysiek. Het liefst had ik dat fysiek gedaan, maar dat gaat allemaal digitaal in de nabije toekomst plaatsvinden. Dus mocht u geïnteresseerd zijn, geeft u dat dan eventjes aan. Zegt u van, nou, dit is niet aan mij besteed. Even goede vrienden uiteraard. Dan zegt u, nee, bedankt. Als u dan op submit drukt, dan weten wij of u interesse heeft. En dan kunnen wij u daar verder over informeren. Jos van der Werken, die is natuurlijk zoals gebruikelijk er heel snel bij. Die zegt iets heel goeds, die snapt het inderdaad. Als je zo'n hele stabiele lijn hebt, dan kun je meteen ook met hefboom werken. Ja, dat klopt, maar hefboom is ook risico, Jos. Dus ja, wij gaan ook zeker een stukje hefboom gebruiken om het rendement te kunnen opkrikken. We denken dat we ook in staat kunnen zijn om het rendement substantieel boven die 10% te krijgen, met een zeer acceptabel risico, want daar gaat het uiteindelijk om. Maar zoals gezegd, het is nu niet het moment om dat te bekijken. Heeft u interesse daarover, geeft u dat alsjeblieft serieus aan. En dan kunnen we daar verder op ingaan. Goed, dan ga ik, dan eindigen we weer de commerciële boodschap. Gaan we door, is het reclameblok voorbij. En kunnen we door naar de presentatie. Want ik heb nog iets voor u in petto als het gaat om Amerikaanse aandelen. En de Amerikaanse aandelen, ja, dat is natuurlijk een markt die steeds meer door veel beleggers, ook onze abonnees, wordt gevolgd. En daarom volgen we die aandelen sinds kort ook wat structureler in onze marktupdate. We hebben een selectie gemaakt van 10. Je kunt niet de hele wereld iedere dag en iedere week bekijken en bespreken. Maar in dit geval hebben we een aandeel. En dit geval een heel erg saai aandeel. En ik ben eigenlijk hartstikke blij met dit saaie aandeel. Ik zal u vertellen waarom. Ik heb recent in mei gekeken van, goh, wat is nou een aandeel in Amerika wat toch een vleugje technologie heeft, maar wat eigenlijk redelijk stabiel is. Want ja, soms wil ik gewoon gebruik maken van premie. En als ik iets ga schrijven, dat zie je ook in die indexposities, ja, dan ben je eigenlijk soms ook gebaat bij een stukje stabiliteit. Iets wat wel beweegt, maar niet te gek beweegt. Nou, dit is een voorbeeld van een aandeel waarvan ik, ja, eigenlijk helemaal niet zoveel verwacht. Ik denk dat het heel erg stabiel zal zijn. Ja, het fluctueert zoals alles fluctueert, maar niet echt extreem. En er zit nog steeds een klein beetje upside in. Upside in de zin van 5G. Ja, men is in Amerika ook bezig met dat 5G en dat uitrollen daarvan. Verizon is een van de partijen die daarin gepositioneerd is. Een vrij grote club. Een beetje, zeg maar, KPN-achtige activiteiten. Per saldo veelbelovend, maar het is een grote club en de groeipercentages zijn natuurlijk niet zo wild als bij veel andere grote technologiefondsen. Maar dat geeft helemaal niet, want het geeft wel een heel stabiel beeld. En daar kun je een heel mooi rendement op behalen in de vorm van een bepaalde strategie. In dit geval hebben we in mei deze combinatie gedaan. Toen heb ik gezegd, weet je wat, ik denk dat er de komende maanden eigenlijk helemaal niet veel gaat gebeuren. Dat we rond die $55 blijven hangen in dat aandeel. En daar heb ik een combinatie op geschreven. In dit geval de call en de put 55. Bij elkaar leverde dat zo'n $850 op. Want dit is dollars, er staat een euroteken, maar dat moet het dollar zijn. Nou, als je dat doet en je wilt profiteren van de
ja, gedeeltelijke stilstand, zou je kunnen zeggen, dan heb je nog steeds risico. Ik heb dat toen afgedekt. Aan de onderkant, zoals u weet, dek ik mijn risico altijd af. Ik wil geen aandelen naakt hebben, dus ik dek dat af. Dat heb ik gedaan door een put 45, maar dan met een langere looptijd op februari, zodat die put ook nog wat langer premie blijft vasthouden. En vervolgens heb ik aan de bovenkant twee keer soortgelijke investeringen gedaan als aan de putkant, maar twee keer een call gekocht, iets boven de markt. Nou, als je nou kijkt wat er in dat grafiekje te zien is, dan ziet u dat die 62,50, dat is die top. Nou, daar zijn we eventjes geweest, maar niet doorheen gegaan. 55, dat ligt ongeveer hier. Nou, dit terug naar mei, toen zaten we hier. En we zien inderdaad dat we wat omlaag zijn gegaan, wat omhoog zijn gegaan. We zitten eigenlijk weer in de buurt van die 55. En dat is op zichzelf voor deze strategie dus prima. En wat er nu gebeurt, is dat dus die premie op die manier naar je toe komt. Dus het hoeft helemaal niet zo te zijn dat je per se een aandeel moet hebben waarvan je hele grote verwachtingen hebt. Dus ik heb liever vaak saaie aandelen om een optiestrategie op te doen, omdat de kans dat je dan het rendement behaalt gewoon groter is. Dan dat je in één keer verrassingen krijgt, omhoog of omlaag. Goed. Dan krijg je door een simulatie te maken, krijg je een zogenaamde heatmap. Dan kun je uitrekenen in je simulatie, wat verdien ik nou als we in december op die koers staan, of als we in januari op expiratie op die 55 dollar staan. Hè? Wat verdien ik dan? Nou, en dan kun je dus voor jezelf uitrekenen wat het percentage is en ook waar het verlies begint. Nou, je ziet dat dan, zelfs bij een koers onder de 54 pas sprake is van een heel klein verliesje. Dus die koers moet echt substantieel terug. Nog zo'n 15% dalen en dan pas ontstaat het verlies. En alles daarboven is eigenlijk een winstpotentieel. Nou, die strategie, die kunnen we nu niet meer doen, want die was natuurlijk in mei hebben we die gedaan. Dit zijn de premies nu. Die strategie is dus nu al van $55 keer naar 150 gaan. Dat is ongeveer drie keer zo groot geworden. Dus dat betekent dat we hier al een aardig procentueel rendement hebben kunnen boeken. Puur doordat de tijdswaarde weggelopen is. En dat is de kracht van dit soort optiestrategieën. Gebruik de tijd in je voordeel. En waarom gebruik ik dit als introductie? Omdat ik denk dat het aandeel Apple eigenlijk ook wel geschikt is om iets soortgelijks te gaan doen. Nou moet u bedenken dat Apple morgen, letterlijk morgen, na beurs met cijfers komt. Nou, cijfers bij Apple, dat kan voor sprongetjes zorgen. Het laatste gapje hier was als gevolg van cijfers. Hè. Dus je kunt met cijfers, kan het omhoog spuiten, het kan naar beneden spuiten. Uiteraard kan het ook helemaal niks doen. Maar in dit geval kun je verrast worden. Hè. Daar kunnen de nodige verrassingen plaatsvinden. Persoonlijk denk ik dat dat nu wel mee zal vallen, nu bij deze kwartaalcijfers. Maar goed, dat is een beetje een gevoel, dat kan ik niet echt onderbouwen. Het is meer mijn gevoel. En ik heb te nadenken van, goh, wat zou nou een leuke combinatie zijn om te doen? Nou is het zo dat je morgen nog voor beurs, of op de Amerikaanse handelssessie, zeker als gevolg van de volatiliteit die er nu al is in de markt, dat die premies nog flink zullen oplopen. Want de premies voor de november series en voor de december series, de relatief kortlopende series, ja, die volatiliteit gaat meestal wat omhoog. Nou, nu noteren we, ik zal eens even kijken, actueel, ik weet eerlijk gezegd niet waar Apple nu staat, maar moet ik even de aandelen erbij pakken. Ik zoek hem even op voor u. Nasdaq. Apple, as we speak, staat op 113. Nou, dit zijn de premies van gisteren, toen stonden we 116. Nou, we staan bij 113. Nou, de ja, je hoeft hem. Ja, is goed, Tom, maar je kunt hem laten staan. Dit is inderdaad, ik kan hem hier nog even pakken. Dit zijn dit is de grafiek van Apple as we speak. Hier ziet u hem, 113. Op dit moment. Nou goed, we zitten dus aan de onderkant, denk ik, een belangrijk steunniveau ligt in de zone 104 en iets daaronder richting de 100. En daarboven toe ligt een eerste weerstandje op 125 en dan daarboven de top op 136. En dat is die climax bar die we ooit hebben benoemd. En die climax bar op 135, die is voorlopig nog niet in beeld. Nou, mijn inschatting is dat we de komende 6 tot 7 weken zullen kwakkelen in dat aandeel. Dat we, als het een beetje tegenvalt, misschien terug kunnen naar die 100, 104. Maar heel veel lager, persoonlijk zie ik hem niet eens voor hier gaan. Uiteindelijk denk ik dat daar de kopers terug kunnen komen op het groeiscenario van Apple. Die stijging, wat ik al zei, van augustus, dat vond ik echt bezopen. Dat had niks met dat was echt de overdrijvingsfase. Nou, die ging ook weer loodrecht naar beneden toe, hebben we gezien. En nu zitten we eigenlijk, denk ik, gevangen in een bandbreedte. En daar zullen we, voor mijn gevoel, voorlopig even in blijven. Nou, hoe kun je dan profiteren? Als je in het midden van die bandbreedte gaat zitten, tussen 100,
400 aan de onderkant en 125, 135 bovenkant. Dan kom je ongeveer op die niveaus van nu uit, 120. En daar schrijf je dan op december een premie, zowel de call als de put. Dan krijg je in dit geval ongeveer 15 punten voor bij elkaar opgeteld, $15. Dus 120 min 15 is 105, zit je op die bodem. 120 plus 15 zit je op 135, zit je bij die top in de buurt. Dus die combinatie is interessant. Blijf je daartussen, dan profiteer je met die call en die put van het weglopen van de tijdswaarde. Dat is één. Maar, u weet het, ik schrijf nooit ongedekt, dus we dekken dat af aan de bovenkant en aan de onderkant. En in dit geval doe ik dat met maartopties. Dus ik koop een call maart aan de bovenkant op 140, als we toch door die weerstand heen zouden schieten. En een put 100, als we toch door die bodem heen zouden knallen. Dan zoek ik bescherming en dat doe ik dan in de vorm van de maartseries. Dit bij elkaar opgeteld kost zo'n $700. Let wel, dat zijn dus de opties van gisteren. Het kan wat afwijken. Maar dan krijg je dit als simulatie. Dus dan zie je een beetje hoeveel procentuele gezien rendementen je kunt halen. Ja, dan zien we ook dat als we 107, 108 staan, dan heb je nog een minuscuul klein plusje in december. Hè. Je moet wel de expiratie natuurlijk dan zien te overleven. En alles daarboven is prima. En met name natuurlijk rond die 120, ja, dan gaat het leuk, dan gaat het hard. En dan ga je in absolute zin zo op die $700, zo'n $1100 potentieel rendement kun je dan behalen bij een stand rond de 120. Nou, $700, $1100 winst, dat is een aardige kalkoen. Grote kalkoenen zijn op dit moment sowieso goedkoop, want heel Engeland is in de ban van de kleine kalkoenen. Even iets heel anders, even tussendoor. Kalkoenen in Engeland is een probleem, want iedereen wil met de kerst thuis en de corona niet veel mensen. Dus die fokkers van die kalkoenen zitten met een probleem. Die hebben nu allemaal veel te grote kalkoenen en die moeten nu allemaal kleintjes leveren. Maar goed, dat even. Ja, kom ik nou weer bij een kalkoen? Oh ja, werd een kalkoen voor de kerst. Dus ja, die kalkoenen die zijn interessant. Dus voor $1100 kun je een aardige kalkoen kopen. Zeker als ze al een stukje goedkoper zijn. Goed, dat is natuurlijk een kleine sidestep. Anyway, dus dit is een strategie. Vind ik leuk om te doen. En is een beetje, tussen eigenlijk een klein beetje een gok op die cijfers van Apple. Als je zegt, ja, ik wacht toch liever die cijfers af en ik ga het dan doen, dat kan. Dan moet je ze wel snel naar die cijfers doen. Want meestal na die cijfers zie je ook het weglopen van de volatiliteit. Hè? Dus dan klapt wel de volatiliteit er vaak een beetje uit. Ja, tenzij Apple met een waanzinnige negatieve verrassing komt morgen en zegt, jongens, we hebben er een puinbak van gemaakt, het wordt voorlopig niks meer. Dan is dit natuurlijk niet echt geschikt om dat nu in te nemen. Dan kun je beter wachten tot na de cijfers. Goed, dat weet u dan ook weer. Dan heb ik er nog eentje als afsluiter en dat is Netflix. Heb ik het in de marktupdate ook over gehad. Netflix is een aandeel dat... in tegenstelling tot een aantal mensen misschien gedacht hebben, toch wat negatief ontvangen, die kwartaalcijfers. Dat is dat laatste gapje naar beneden toe wat geslagen is. Bovenkant hebben we tot twee keer toe een climax neergezet. Dat kun je voorlopig wel even vergeten. Daar gaan we niet 1, 2, 3 doorheen. Aan de onderkant ligt er een dijk van een bodem. En die ligt zo rond de 4, nou wat is het? 4,70 als ik me niet vergis. Ik kan het niet eens zelf meer precies zien nu. Zelfs met mijn bril niet. Maar volgens mij is het 4,60, 4,70. Daar ligt die bodem in Netflix. Nou, als we terugvallen naar die bodem, dan denk ik dat dat een interessant koopsignaal is. Waarom? Netflix is voor het eerst fundamenteel in staat gebleken om echt serieus geld te verdienen. En ja, het aantal abonnees is de laatste twee kwartalen wat tegengevallen. Daar zijn allerlei redenen voor. Dus die groei zat er niet in zoals ze dat in het verleden hebben gehad. Maar ik kan me voorstellen dat het veel solider is geworden als het gaat om cashflow in het bedrijf zelf. En het wordt nog steeds gezien als groei. Ik denk dat het een blijvertje is ook Netflix. Dus voorlopig denk ik dat dit een goed koopmoment is voor iemand die fundamenteel langer termijn in Netflix wil. Nou, dan kun je zeggen, nou prima, koop ik die aandelen en zie ik het wel. Maar dan gaan we weer. Dan zit je in dit geval... ik zie af en toe verhalen. Ik zie in één keer een Vegaburger. Ik denk, wat gaat dit in één keer over? Maar er zijn mensen die zijn er vol los aan het gaan op een bepaald thema. Ik heb dat even niet gezien. Maar goed, even terug naar de Netflix combinatie. Nou, dan krijg je deze heatmap. En dan zie je dus ook waar liggen de risico's van deze combinatie, waar ligt het potentieel. En dan is het van belang dat je weet dat als je onder de 460 duikt op expiratie december, dan wordt het een minnetje. En 460 of hoger is prima.
Tenzij je echt boven de 580 komt. Nou, zoals gezegd, mijn visie is in ieder geval dat 580, dat we dat voorlopig even niet gaan breken. Dus die weerstand, die zie ik voorlopig wel even tot de kerst als weerstand. Aan de onderkant, ja, heb je dan nog een beetje buffer. En dan profiteer je dus ook hier weer van een strategie zijwaarts. En dat blijft mijn thema van nu. Ik denk dat je maatwerk moet gaan maken. Het blind naakt in de markt stappen. Ik denk dat dat de komende tijd niet het antwoord is. Ik denk dat je specifiek naar zaken moet gaan kijken. Wil je rendement kunnen maken? Naar sectoren, maar nog veel dieper misschien wel naar individuele aandelen. En dan ben ik van mening dat je het beste in dit geval een combinatie kunt maken waarbij je maatwerk maakt op basis van je visie. En rekening houdend ook met je risicoprofiel. Want sommige mensen die kunnen tegen een stootje en die zeggen, nou, fantastisch. Ik wil een optie aan de onderkant meer of minder hebben, om wat meer bescherming te hebben. Een ander zal wat positiever zijn. Nou, ik heb laten zien, denk ik, dat je door maatwerk te maken met deze opties, dat je dat kunt gaan doen. Nou, belangrijk heb ik nu nog een mogelijkheid voor u. Wat ik ga doen in de maand november. Ik ga een maand lang opties en optiestrategieën in de vorm van trades en strategieën bespreken vanuit een educatief oogpunt. En dat gaan we doen in de vorm van een optie online bootcamp. Normaal deden we dat soort fysiek, dat soort bijeenkomsten, dat kan nu niet. Maar ik heb zoveel verzoeken gekregen van mensen van, kun je eens kijken naar deze strategie? Wat vind je van dit voorstel? Hoe denk je dat we dit kunnen doen? Wanneer moet ik dit bijsturen? Wanneer gebruik je nu welke strategie? Kun je nog eens antwoord geven op hoe dat ook alweer zit met deltas, theta's, gamma's enzovoorts? Nou, dit is het programma. Ik denk dat het een koopje is en dat het een hele leuke is voor de maand november. We gaan met 4 trainingsdagen, telkens op een woensdagavond tussen 7 en 8:30 aan de slag. Ik ga deze onderwerpen daarbij bespreken. En ja, het is alleen geschikt wel voor mensen die al de nodige ervaring hebben met opties. Dus als u zegt, ja, ik weet nog geen bal van opties, ja, dan zou ik zeggen, doe niet mee, want dat heeft geen zin. Maar iedereen die een beetje kennis heeft van de basismethode van opties en die een stapje verder wil gaan of heel actief is zelf en zelf strategieën bouwt en dat dus wil voorleggen en dat wil bespreken, daarvoor is dit met name bedoeld. Dus wanneer ga je welke strategie toepassen en hoe doe je het beheer daarvan? Want ja, leuk dat ik dit nu op Netflix doe. Maar hoe zit het volgende week als Netflix in één keer gaat bewegen? Wat pas ik dan aan? Hoe ga ik daarmee om? En dat soort dingen, die gaan we tijdens deze update bespreken. Dus die ideeën die ik heb in Apple en in Netflix, die gaan we innemen, die gaan we opvolgen. En die gaan we ook theoretisch toelichten en uitleggen. Dus nou, een kans denk ik, een buitenkans voor iedereen die serieus is met deze opties en er meer van wilt leren. Dan heeft u de mogelijkheid om zich aan te melden. Ja, en dat kan dan meteen via de link bovenin. Dan heb ik een blauwe balk met een rode knop. Die rode knop komt u meteen op de inschrijfpagina terecht. Of in ieder geval de meer informatiepagina. En van daaruit kan ingeschreven worden voor zowel abonnees als niet-abonnees. Ja, helder. Dus dat is denk ik een mooie. Wat mij betreft een no-brainer voor iedereen die serieus met opties bezig is. En ja, dat lijkt me leuk om de komende weken dus telkens op woensdag te doen. We stoppen wel om 8:30. Daar is een hele goede reden voor. Want u weet wellicht dat ik sport ben. Dus ik wil ook heel graag zo direct om 9:00 uiteraard met veel plezier gaan kijken naar Juventus tegen Barcelona. Frenkie de Jong gaan aanschouwen. Dat is wel nog een leven. Ik vind de beurs prachtig. Ik vind de handelen geweldig. Maar ik vind sport kijken ook heel mooi. Helaas, sport beoefenen is een stukje minder mogelijk geworden in de loop der tijd. Maar we gaan serieus met deze bootcamp aan de slag. Dus heeft u interesse, kunt u meedoen. Ja. Goed, ik heb een hele hoop dingen voorbij. Frenkie is oud, gewoon zelf sporten, zegt Pierre Jans. Ja, Frenkie is niet oud, Frenkie is de toekomst. En neem dat nou maar van mij aan, Pierre Jans. En vergeet niet om op tijd nog een keer aandelen Ajax te kopen. Want die hebben nog een paar beauties gescout en in hun team zitten. Het is jammer dat dat die niet gewoon netjes een dividend uitkeren. Dat het maar 30% free flow is in het aandeel Ajax. Anders zou dat zeker een goede investering zijn. Goed. Ik laat in ieder geval de inschrijving nog heel even openstaan voor iedereen die nog even daarna wilt kijken. Ja, ik zie en, dat er een hoop mensen aan het zijn. Ja. Er kwamen ook wat vragen over de opname van het seminar in de sheets. Misschien voor mocht het snel gegaan zijn. De opname komt morgen via de mail met de sheets. En daar zullen we ook nog even het linkje in zetten.
Dan kan iedereen er nog even... Ik moet even reageren op Cor van Nooy, Tom. Want Cor is natuurlijk ras Utrechter. Ja, die moet natuurlijk niks hebben van 0-20. Ja, dat heb je altijd. Hè. Dus iedereen die nu 0-20 niet mag, die gaat meteen in de verdediging. Nou, Cor die kan wat hebben. Maar goed, er zijn natuurlijk ook nog PSV-fans en Feyenoord-fans en allemaal. Ik ben een voetballiefhebber, dus goed. Doe ermee wat u ermee wil doen, maar echt waar, aandeel Ajax, ik zou er serieus naar kijken. Ik denk dat er weer een paar recordverkopen in de komende jaren aan zitten komen. F1-fan, ja, absoluut ook. En mijn persoonlijke held ook, meneer Van der Poel op zijn fiets. Helaas in de greppel terechtgekomen recent, maar dat vind ik echt een kei. Daar gaan we ook nog veel plezier aan beleven de komende jaren. Dus op sportgebied zit het goed. Ik hoop ook op beleggingsgebied. Ik vond het leuk om te doen. Tom, bedankt voor alle technische assistentie. U bedankt voor het kijken. Mocht u nog vragen hebben, u weet ons te vinden. Stuur een mailtje, doe een belletje, hoe dan ook. Graag tot een volgende keer en veel plezier. Ik hoop dat u het gewaardeerd heeft. Dat horen we natuurlijk ook graag als dat zo is. Nou, dat is mooi. Bedankt. Dat gaat goed. U bent er nog, dus dat is mooi. En graag uw mening ook. Hè? Als u zegt, dit zijn dingen ter verbetering of we hebben dit of dat nog nodig, dan hoor ik het graag. Goed, graag gedaan. Was weer top. En bedankt voor deze avond. Nou, dat is wederzijds. Dus tot de volgende keer. Tot ziens. Bye bye. Tot ziens. Fijne avond.